relativism to infect us, so we think there are no shared universal values. And there is no freedom without those shared universals. Feit is iets wat je niet kan waarderen wanneer je het helemaal hebt. Je moet het een tijdje niet hebben en dan pas begrijp je wat je mist. Reverse the question. Can art destroy the world? And I think it can. You can choose either to be abused or not. The political news is robust. The safety of journalists. We hacked into the audience and then all of a sudden 300 phones would ring, you know? Goedenavond, dames en heren. Van harte welkom in de Bali. Wat fijn dat jullie er allemaal zijn, zeker op deze hele mooie zomerse vrijdagavond. Mijn naam is Rick Zeveke, ik ben programmamaker hier bij de Bali. En samen met mijn collega Tim Wagenmakers maken wij de serie Slow Politics. Met Slow Politics proberen we een plek te creëren om wat vertraagder en met nuance over politiek en het politieke proces te praten. Ik heet u kort even welkom. Ga even vertellen wat we gaan doen precies vanavond. Alvorens ik het woord geef aan onze inleider. Tim en ik hebben 5 afleveringen van Slow Politics gemaakt tot op heden in dit seizoen. Die waren alle 5 in aanloop naar de verkiezingen van 15 maart. 4 normale afleveringen en een 6 uur durende interviewmarathon. En na de verkiezingsuitslag kwamen er een paar vragen bij ons naar boven met betrekking tot linkse politiek. Die vragen waren: wat is linkse politiek eigenlijk? Wat zijn linkse partijen? Wat is de agenda van links? Kunnen we de wereld nog begrijpen in termen van links en rechts? Daarover en meer willen we praten met vertegenwoordigers van de enigszins traditioneel linkse partijen die verkozen zijn in de Tweede Kamer op 15 maart. Dat gaan we vanavond doen. Hoe gaan we dat doen? Filosoof Pieter Pekelharing zal zo meteen inleiden met een column. En daarna zal moderator Kees Vendrik 2 gesprekken leiden. Het eerste gesprek, de eerste tafel, bestaat uit jonge vertegenwoordigers van de 4 politieke partijen met wie we gaan praten. En de tweede tafel over meer dat gesprek gaan we voeren met meer gearriveerde namen van diezelfde partijen. Bespreken onder andere de agenda van links en hoe deze gerealiseerd kan worden. En het gesprek dat nu zal plaatsvinden zal mede input zijn voor het tweede gesprek daarna. De jongere generatie krijgt ook nog 1 kans om in te breken in het tweede gesprek. Dat wordt spannend, denk ik. Wat de analyses en de argumenten vanavond ook mogen zijn. Ik denk persoonlijk dat links uitsluitend samen vooruit zal komen. En alleen als het haar bestaansrecht en de aannames die daaraan gekoppeld zijn structureel durft te bevragen. Daardoor haar idealen ook weet te bevestigen en misschien haar doelen met de tijd aan te passen. Zonder haar zelfvertrouwen te verliezen. Daar is politieke moed voor nodig en emotionele wijsheid. Wellicht dat vanavond en de gesprekken die we gaan voeren daar een kiezelsteentje aan kan bijdragen. Ik wens jullie heel veel plezier. En mag ik een hartelijk applaus voor Pieter Pekelharing. Goeiedag iedereen. Ben ik zo te verstaan? Ja, geloof ik wel, hè? Ik kan niet zo goed zien, want al dat licht is op mij. Dus ik zie niet of mensen ja knikken, maar ik neem aan van wel. Oké, ik wil beginnen met een citaat. En hier komt-ie. Ik hoor nog wel eens om me heen, wat ben je links geworden? Dat is een verkeerde aanname. Ik zei dit soort dingen al in de jaren 70. Toen was daar niets radicaal aan. Het is de samenleving die zo rechts is geworden. Zo verschrikkelijk rechts. Einde citaat. Dit is de laatste zin uit een beroemd Volkskrant interview met de voormalige topman van D66, Jan Terlouw. Dat de samenleving zoals Terlouw in 2016 vaststelt sterk naar rechts opschuift, is intussen ook uit de landelijke verkiezingen gebleken. GroenLinks won. De Partij van de Dieren won.
De SP bleef gelijk en D66 groeide. Maar de PvdA veranderde in een kleine splinterpartij. Als je naar de totale zetelverdeling kijkt in Nederland, is door het zetelverlies van de PvdA heel Nederland een flink stuk naar rechts opgeschoven. Hoe is dat zo gekomen? De sociaaldemocratie heeft niet alleen in Nederland, maar overal in Europa verlies geleden. Daar doen tal van verklaringen over de ronde. Maar daar wil ik het nu niet over hebben. In plaats daarvan wil ik wat dieper ingaan op de begrippen links en rechts. Hoe komt het dat deze begrippen, na talloze malen te zijn doodverklaard, telkens springlevend uit de as oprijzen? Het is wellicht een cliché, maar ik denk dat we het antwoord moeten zoeken in de verlichting en de Franse Revolutie. Zoals bekend beloofden de verlichters, en dat geldt zeker voor de Franse revolutionairen, een geheel nieuwe samenleving te scheppen. Een maatschappij gestoeld op de principes van vrijheid, gelijkheid en broederschap. De breuk met de traditie was volgens de Franse revolutionairen zo groot dat men vond dat de jaartelling vanaf de revolutie bij jaar 1 moest beginnen. Er was zelfs een Frans kanton waar burgers per decreet het woord vous afschaften. Want voortaan zouden alle burgers, excuses voor het seksisme, broeders worden. Aan de hand van de genoemde trotswaarden, vrijheid, gelijkheid en broederschap, valt het verschil tussen links en rechts als volgt te typeren. Links is de partij die zich in de eerste plaats om het streven naar gelijkheid bekommert. Geactualiseerd naar onze tijd houdt het in dat links grootste zorg de spreiding van kennis, inkomen en macht is. Extreem geformuleerd houdt links er de volgende visie op na. Zorg voor gelijkheid, voor verdelende rechtvaardigheid en dan volgen waarden als vrijheid en broederschap vanzelf wel. Gelijkheid is voor links de katalysator van vrijheid en broederschap. Het liberalisme onderschrijft dezelfde waarden, maar houdt er een andere katalysator op na. Zorg voor vrijheid. En dan komt het vanzelf goed met waarden als gelijkheid en broederschap. De lijn doortrekkend heeft ook rechts een favoriete waarde. Koester de broederschap. Laat je kameraden nooit in de steek, dan zal je zien dat vrijheid en gelijkheid vanzelf opbloeien. En tenslotte zijn er ook nog de reactionairen. Zij zijn degene die de verlichting geheel afwijzen en terug naar de tijd van voor het Ancien Regime en de Franse Revolutie willen. Dit is wat reactionair rechts onderscheidt van modern rechts. Vanzelfsprekend zit de werkelijkheid gecompliceerder in elkaar en bestaan er allerlei mengvormen. Niemand is zuiver links, rechts, liberaal of reactionair. Iedereen is wel voor een of andere combinatie van vrijheid, gelijkheid en broederschap. En iedereen beseft dat het moeilijk is al deze waarden tegelijk te dienen. Links kan bijvoorbeeld meer of minder liberaal zijn en dat geldt ook voor rechts. Denk aan de verschillen tussen GroenLinks of de SP, of tussen VVD en CDA of PVV. Er is echter ook nog een andere manier om de verschillen tussen rechts en links te benoemen. Eentje die het verschil tussen links en rechts complexer maakt. Dat wordt duidelijk op het moment dat je vraagt wie eigenlijk degene zijn die de waarden van vrijheid, gelijkheid en broederschap met elkaar delen. Vrijheid, gelijkheid en broederschap tussen wie eigenlijk? Het rechtse antwoord luidt: het volk of de natie is de belangrijkste drager van deze waarden. Niet voor links. Voor links is het de bedoeling dat de mensheid de drager van deze waarden wordt. Links en rechts hebben ieder een ander soort gemeenschap voor ogen. Links, en dat geldt zeker voor linkse liberalen, zijn vaak cosmopolieten. Rechts, en dat geldt vooral voor behoudend rechts, wantrouwt de cosmopoliet. Zoals de conservatieve Engelse premier Theresa May onlangs weer eens benadrukte, is de cosmopoliet a citizen of nowhere. Op cosmopolieten kan je volgens rechts niet bouwen. Het is geen toeval dat rechts het geregeld over het verraad van links heeft. Verraad is een typisch rechtse term. Links kan weinig met het woord. Links is een beetje als de hotelmens van Aaron Grünberg die zich overal thuis voelt. Links, dat geldt vooral voor liberaal links, prijst de bewegelijkheid. Mobiliteit in zowel fysieke, politieke als sociale zin. Behoudend rechts
houdt juist niet van beweging. Veel mensen kunnen niet bewegen. Het ontbreekt hen aan de middelen daartoe. Behoudend rechts houdt van vastigheid en koestert de waarde van het land. Terwijl de biotoop van liberaal links meer de zee of de stad is. Je kunt het ook anders zeggen. Links denkt universalistisch, rechts juist particularistisch. Het is niet verwonderlijk dat rechts weinig op heeft met mensenrechten. Links is bezorgd over de omgang met vreemden, migranten of vluchtelingen. Rechts maakt zich meer zorgen om de toestand van het eigen volk. Rechts wil de eigen broeders en zusters niet verloochenen. Eigen volk eerst. Zonder universalistische moraal wordt rechts verfoeilijk en abject. Maar zonder particularistische ethiek dreigt links meer in abstracto van de mensheid te houden en daarom te geven dan om het leven van deze of gene particuliere gemeenschap. Maar er is één uitzondering hierop. Tot voor kort kende links wel degelijk een bijzondere vorm van solidariteit. Die met de arbeidersklasse. Klasseverraad was voor links ooit een hoofdzonde. Sinds het verdwijnen van de arbeidersklasse staat het hele idee van klasseverraad in linkse kringen op de tocht. De band tussen die daarboven en die daar beneden is steeds poreuzer geworden. Liberaal links verdedigt op dit moment het ideaal van de open samenleving. Dat is soms erg liberaal en weinig links. De open samenleving is geen ideaal voor degenen die onderin de maatschappij vastzitten en niet bewegen kunnen. Die vinden op dit moment meer steun bij rechts dan bij links. Want rechts troost hen met de gedachte dat zij niet zouden moeten willen bewegen. Marx nam aan dat het proletariaat en proletariërs dat die geen vaderland hebben. Daarin had hij ongelijk. Het tegendeel is waar. Het zijn niet de proletariërs, maar hoogopgeleide met linkse sympathieën die voor de open samenleving en voor globalisering kiezen. Het gevaar voor links is dat ze in ideologie van en voor een hoogopgeleide elite dreigt te worden. Klasseverraad is een zwaar woord. Maar het is belangrijk dat daar een substituut voor komt. Gelijkheid is nog steeds de favoriete waarde van links. Maar als gelijkheid alleen kansengelijkheid betekent, zodat iedereen die gelijk aan de start verschijnt elke keer opnieuw de kapitalistische rat race mag voortzetten, als dat het dominante linkse ideaal wordt, hoeft het niemand te verbazen dat daarop geen vrijheid of broederschap volgt. Integendeel, dan zal de macht van het kapitaal ten opzichte van de arbeid steeds verder toenemen. Kortom, als er geen substituut voor klasseverraad komt, wordt links niet meer en niet minder dan een linksliberale bubbel voor hoogopgeleide. De boodschap van de verlichting was vrijheid, gelijkheid en broederschap voor iedereen, niet alleen voor de gefortuneerden. De grote opdracht voor links is overtuigende modellen voor inclusieve groei te ontwikkelen, tegenover rechts het ideaal van een inclusief nationalisme te verdedigen en daarop aansluitend met een helder verhaal over migratie te komen. Dank u. Dames en heren, goedenavond. Ik heb geluid, hoop ik. Ja. Goedenavond, mijn naam is Kees Vendrik. Ik ga bij de gesprekken zoals aangekondigd door Rick leiden. Wij beginnen zo direct met de jonge generatie. Voordat ik dat doe, kan ik me voorstellen dat het verhaal van Pieter allerlei vragen oproept. Hou ze vast, straks is de gelegenheid om dat rechtstreeks nog eens bij Pieter te bevragen. We komen zo direct ook nog bij je terug, Pieter. Ga daar vast vanuit. Ik wil eigenlijk 3 dingen met u afspreken. In de eerste plaats even over die mobiele telefoon, die moet aanblijven. Wel stil, want ik nodig u van harte uit om te gaan twitteren, want dit debat moet buiten deze zaal ook worden voortgezet, dat snapt u. In de tweede plaats, we zijn best met veel personeel aanwezig vanavond. Ik begin met deze 4, dan hebben we nog een tweede tafel met 4 en dat moet voor 9:45, 10:10 ongeveer klaar zijn. Dus ik roep iedereen op, ook als u straks interveneert, dat mag, houd een beetje kort. Laten we solidair zijn met elkaar. Broederschap, weet u wel. Dat betekent dat je rekening houdt met elkaars tijd. Het laatste punt is misschien nog het belangrijkste. Zolang links bestaat, is links in meerdere of mindere mate verdeeld. En die verdeeldheid roept ook regelmatig conflict op. Dat is misschien onvermijdelijk. Dat mag ook. Dat is niet per se erg. Alleen niet vanavond.
Deze avond staat in het teken van slow politics, dus die drijft op nieuwsgierigheid en welwillendheid. Daar ga ik op letten. Goed, ik begin met jullie. Hier aan deze tafel. Heel kort voorstellen. Sebastian Wolfswinkel, Partij voor de Dieren, jongerenafdeling Pink. Lisa de Leeuw, Rood, SP, zeg ik het goed. Amaan Under, GroenLinks Tiel. En César Best van de Partij van de Arbeid. Sorry, Bast. Ga ik toch nog de fout in. Ja. Ik begin bij jou. Mooi. En ik stel om te beginnen maar één vraag aan jullie alle vier. Jullie zijn immers de nieuwe generatie. Dus jullie gaan het straks overnemen van dat viertal wat daar zit. Dat duurt nog even, maar niet heel lang meer waarschijnlijk. We hebben net van Pieter Pekelharing gehoord hoe je kan nadenken over termen als links en rechts. Waar ze vandaan komen, waar ze voor staan. Wat de opdracht is die in die woorden schuilgaan. Onthoud dat, maar geef eerst antwoord op de vraag. Wat is nou by far het onderwerp, het probleem, het issue waar jullie jezelf en jullie generatie het meeste druk over maken? En of dat nou links is of rechts, dat doet er even niet toe. Ik wil eerst van jullie horen, wat is dat? Wat is jullie politieke alarmknop? César. Ja, kijk, het is meteen, je begint meteen met een lastige vraag. Het is lastig om voor mij in een generatie te praten en te zeggen dat er één onderwerp is wat by far heel belangrijk is. Er zijn er heel veel. Je hoort heel vaak duurzaamheid, hè, dat een thema is, maar ik zou verder willen kijken naar dan dat. En één thema wat volgens mij niet per se heel groot is in de discussie onder jongeren, maar wel langzamerhand erg gevoeld wordt, is mee kunnen gaan in deze veranderende, snel veranderende, globaliserende samenleving. Mee kunnen komen met die snelheid, met al die ontwikkelingen, met de voor- en nadelen van globalisering. En ik vond het heel mooi in de column hiervoor, werd dat mooi benoemd, hè, als als één, de kapitalistische rat race. En dat we daar niet aan ten onder moeten gaan. Nou, okay. Dat is echt iets wat volgens mij heel erg belangrijk is nu al. En de komende jaren nog veel meer. Het is nu nog iets wat bij heel veel mensen van 50 jaar en ouder speelt. Hè. Heel veel mensen die niet meer geschikt zijn op de arbeidsmarkt. Omdat ze zich niet mee kunnen komen. Omdat ze bepaalde vaardigheden niet hebben. Maar steeds meer rapporten en je ziet het al bij de lager opgeleide mensen die gewoon moeilijk aan de bak komen en moeilijk mee kunnen komen in zo'n samenleving die heel veel van je vraagt. Oké. Okay. Het is nog een beetje abstract, maar ik wil hem best voor je uitdiepen als je wil. Komen we zo direct okay. op. Lisa. Het is natuurlijk moeilijk inderdaad wat jij ook zegt om één ding te noemen, één thema. Maar waar ik me wel grote zorgen over maak en de ontwikkeling die ik daarin zie, die me zorgen baart, is de toekomst van jongeren, om het daar maar even over te hebben. En dan voor met name de bestaanszekerheid en zekerheid. Als je kijkt naar de afgelopen 10 jaar, iets meer dan 10 jaar, dat eerst nog bijna de helft van de jongeren financieel onafhankelijk was en dat inmiddels nog maar een kwart is. En dat jongeren aangeven echt moeilijk een toekomst op kunnen bouwen, tijdelijke contracten hebben. En het gaat ook niet alleen om jongeren. Mm-hmm. Dat zie je natuurlijk bij alle leeftijden wel. Maar die groeiende bestaansonzekerheid van mensen, daar maak ik me wel heel erg druk over. Is dat ongeveer hetzelfde als wat Sebastian zegt of bedoel je iets anders? Ik heb nog niks gezegd. Nee, maar ik heb er nog niet over. Sorry. César. Eerst de achternaam, dan de voornaam. Ja. Ik kom zo direct bij jou, dat kan niet anders. Nou ja, het heeft er natuurlijk mee te maken. Ik denk dat het misschien iets concreter punt is. Bijvoorbeeld, flexwerk dan. Maar dat zit wel in het grote verhaal wat César schetst, denk ik. Van een samenleving waar je als individu van je wordt gevraagd om heel veel van je wordt verwacht en je heel hard moet lopen. En als je wat minder hard kan lopen, dan is het ook je eigen schuld. Okay. Dus in die zin past het er wel in, denk ik. Goed, ik ga door. Zo direct komen we verder.
Sebastian? Ja. Wat is jouw grootste ding? Jouw grootste issue? Mijn grootste issue is denk ik dat we net een heel genuanceerd verhaal hebben gehoord, waarin denken om de hele mensheid wordt gecategoriseerd als universalistisch. En ik denk niet dat dat het geval is. Ik denk dat er veel meer te overwegen valt dan alleen de mensheid. En het moment dat we dat buiten beschouwing laten, gaan we proberen modellen te hanteren om de realiteit te bevatten die dat nooit zullen kunnen doen. Oké. Okay. Dus? Dus we moeten ook rekening houden met andere bewuste individuen op de planeet, die ook kunnen lijden, die ook plezier kunnen ervaren en waarde hechten aan familiebanden. Ik denk dat we ook moeten kijken naar gewoon de natuur als geheel en als iets waarin dat niet per se wijs is, maar wel op manieren werkt die wij niet kunnen bevatten en waar we dus voorzichtig mee moeten omgaan qua interventie. En zeg je daarmee dat dat hele pleidooi van gelijkheid, vrijheid, broederschap en de duiding van links en rechts en de hiërarchie, zoals Pieter die aangaf, ja, dat interesseert je eigenlijk niet. Is dat wat je zegt? Dat zeg ik zeker niet. Nee, ik vond het een hele mooie eerste stap. Maar ik denk dat we nu verder kunnen kijken dan alleen maar naar die drie facetten voor de mensheid. Moeten we ook met andere zaken rekening houden. Oké. Okay. Arman, wat is jouw issue, agenda? Wat is links? Allereerst natuurlijk klimaatproblematiek. Als we daar niet aanpakken, dan hebben we binnenkort geen wereld meer om over na te denken. Dat als buitenkijf voorop. En daarnaast gewoon een groeiende maatschappelijke ongelijkheid. En dan heb ik het over ongelijkheid in het onderwijs. Heb ik het over ongelijkheid in inkomens. Ongelijkheid in werkzekerheid. Ongelijkheid ook in de samenleving. Dat zet de discussie, maakt de discussie heel hard ook. Dat merk je ook. We hebben het steeds over randvoorwaarden en bijzaken. Terwijl we moeten kijken naar wat is echt het probleem. En dat zijn al die ongelijkheden in al die dingen die ik heb genoemd. Als we die kunnen aanpakken met z'n allen als links. Dus ook de bestaanszekerheid van mensen verbeteren. Dan ga ik ervan uit dat we weer een mooie Nederland hebben. Waarin we weer met z'n allen vooruit kunnen gaan. Je merkt nu dat er een rijkere klasse echt op vooruit gaat. En dat die, ik noem het dan een arbeidersklasse, dat wil ik niet zeggen. Maar gewoon die modale inkomsten steeds op achteruit gaan. Ja, en dat maakt mensen boos. Oké. Okay. Dat snap ik. Dus we moeten die ongelijkheid gewoon aanpakken met links. Als links, als geheel. Hebben jullie nou iets bij elkaar gehoord waar je het mee oneens bent? Want ik hoor dus maar groene issues, klimaat, de wereld naast de mensensoort, om het zo maar even te zeggen. Achterstelling, ongelijkheid. Een dingetje wat ik niet heb gehoord. Eigenlijk hoopte ik dat ik dat nog bij iemand anders zou horen. Kijk, ja, namelijk. Dat zijn eigenlijk de gescheiden werelden in dit land. Ik hoor dat net een beetje bij ongelijkheid. Maar dat is nog veel verder. Hè. Het speelt op etniciteit, op inkomensongelijkheden. Maar ook hoger en lager opgeleid. Okay. Ik denk dat dat nog wel iets is. Wordt soms een beetje doodgenuanceerd, hè, die kloven. Maar die kloven die kunnen ons zo echt wel. Die kunnen ons nog wel heel veel koppijn bezorgen. Ja. Echt. Daar maak ik mij misschien nog wel meer zorgen om in het dagelijks leven dan die snel veranderende samenleving waarover ik begon. Maar dat is wel iets waarop links in de toekomst zou moeten acteren, dat eerste wat ik eerst vertelde. Hè? Dus die snel veranderende samenleving is iets voor in de toekomst. Ja. Maar die gescheiden werelden, ja. Daar moet zo snel mogelijk wat aan gedaan worden. En dat kan via het onderwijs, dat kan in de politiek zelf. Er is geen enkele zwarte politicus in de Tweede Kamer op dit moment. Okay. Het is echt om ons voor te schamen. En ik denk met name links, omdat wat wij staan voor een inclusieve maatschappij, inclusieve politiek. Dat vind ik jammer dat we daar niet in weten te voorzien. Maar er zijn zat manieren om daar in te investeren. En dat hebben we veel te lang achter ons gelaten. En ik denk dat het echt hoog tijd wordt om daar toch met een scherpere blik naar te kijken. Oké, okay, vinden jullie dat ook? Nou wat ja, zegt, het issue? Het is, er zijn twee gescheiden groepen die totaal langs elkaar heen leven. Maar als je het hebt over hoog en laag opgeleid, wat vreselijke termen zijn, maar goed. Er is een aantal jaar geleden ook een rapport uitgekomen dat twee groepen zijn die niet alleen langs elkaar heen leven, maar waar ook weinig mobiliteit tussen is. En ik denk dat dat wel een grote uitdaging is voor ons als links. En wat ook een bepaalde werkwijze van ons vraagt. Namelijk, ik vraag me af hoe groot gedeelte van de zaal die hier nu is, hoog opgeleid is.
ik denk een heel groot deel. En dat is toch, volgens mij hoorde ik dat ook in het verhaal van Pieter, wel een probleem. En het vraagt wel van ons als linkse beweging om wel de buurten in te gaan, het land in te gaan en iedereen te betrekken. Links is in mijn ogen, en dan komen we denk ik meer op de toekomst van links al, moet toch wel een emancipatiebeweging, een vooruitgangsbeweging zijn. En daarin is het wel heel belangrijk om te erkennen dat er nu inderdaad verschillende groepen zijn die totaal langs elkaar heen leven. En dat het ook best wel zo kan zijn en denk ik ook wel is dat wij met z'n allen toch wel in een bepaalde groep zitten al. Ik ga even naar jou. Is dat nou voor jou ook een groot issue? Groepen in de samenleving, wat hier gesteld wordt. En we kennen dat verhaal natuurlijk inmiddels. Die eigenlijk beide gesegregeerd hun bestaan hebben. Ja, absoluut. Ik ben docent wiskunde, dus ik heb een leraaropleiding gedaan. Dat was een hbo-opleiding. Op een gegeven moment kan ik me heel goed herinneren, een keer bij onderwijskunde, dat we het hadden gehad over de verschillende profielen in HAVO en VWO. Mm-hmm. Dat wist iedereen. De volgende keer gingen we het hebben over de verschillende stromen binnen VMBO. En je hebt het daarover een groep van 35 volwassenen die allemaal iets met het onderwijs willen. En geen idee hadden hoe het VMBO nou eigenlijk in elkaar zat. Dat vond ik een heel duidelijk signaal dat er iets mis is. Dus okay. Ja, het speelt zeker. Ik ben me er bewust van en zou graag er iets aan doen, ja. En dan kom ik weer even bij jou terug, want jij bent verbonden aan de Partij van de Arbeid. Ja, absoluut. En de PvdA heeft natuurlijk heel expliciet in haar missie al die decennia die verbinding tussen verschillende groepen, de arbeidsklasse, vooruitstrevende elite, hoe je het ook precies wil noemen. Ja. Is dat dan mislukt of wat is daar dan aan de hand? Wat is er gebeurd? Ik wilde na dit rondje eigenlijk meteen zeggen, en ik zou, al loop ik niet zo heel lang mee hoor, wel meteen hand in eigen boezem willen steken. Omdat ik heb het nog even nou, genoteerd. Daar gaat het eerlijk gezegd niet om. Nee, maar goed, als we kijken naar waar de Partij van de Arbeid jarenlang vanuit zeg maar haar bestaan, sinds haar bestaan voor staat is het verbinden van intellectuele idealen met sociaal-economische situatie van de zwakkeren en van de middenklasse. Nou, je hoorde net in de column werd dat, ik voeg dit bij het woord klassenverraad. Mm-hmm. En om dan even te kijken naar wat is daar, wat zijn de cijfers, die heb ik ook even opgezocht. Als je kijkt naar de afgelopen verkiezingen, dan hebben er 31% van de lager opgeleiden, het is een onderscheid, ik haat het, het bestaat. Lager opgeleiden hebben niet gestemd en 17% op links, op een linkse partij. Maar 3% op de Partij van de Arbeid. Mm-hmm. Nou, dan mag je, denk ik, wel echt even achter je oren krabben wat daar mis is gegaan. Okay. Ik denk dat de Partij van de Arbeid ook een verlies heeft geleden heel erg onder Nederlands met een migratieachtergrond. De eerste generatie en tweede generatie die zijn stevast trouw gebleven aan de Partij van de Arbeid. Mijn generatie die is nu echt aan het kijken wat vinden wij belangrijk. En waar kunnen wij ons als Nederlanders, want dat zijn we ook al willen sommige mensen niet erkennen, Nederlanders, waar voelen wij ons thuis in? En dat denk gewoon een hele grote electoraat van die eerste en die tweede generatie heeft overgenomen. Mm-hmm. En dat is denk ik ook wel een pijnlijk punt geweest voor de Partij van de Arbeid. Maar zeg je dan dat de Partij van de Arbeid geprobeerd heeft om daar iets aan te doen, maar dat is kennelijk bij een deel van het klassieke electoraat van de Partij van de Arbeid een verkeerde keel gehad. Met andere woorden, hoe moeten we dan verder met dat cosmopolitisme waar Pieter het ook over had? En ik ben als raadslid heb ik daar altijd moeite mee. Je moet een vertaalslag maken van de keuzes die je maakt. En ik denk dat het een valkuil is geweest dat ze 4 jaar lang te weinig hebben gecommuniceerd op een begrijpelijke manier naar je achterban. In Tiel maken wij ook altijd keuzes. Mm-hmm. En mijn taak is dan ook om dat op een begrijpelijke manier terug te koppelen. Het zijn keuzes waar misschien mensen niet altijd kunnen achterscharen. Maar als ik kan uitleggen waarom ik daarvoor gekozen heb en waarom dit moest, zonder eigenlijk je principes achter te laten, dan die vertaalslag zou moeten plaatsvinden, denk ik. En dat is wel een leerpunt. Lisa, hoe zit het nou met die hoog en laag opgeleide, die kloof? Hoe moet die gedicht worden? Je begon er net over, maar dat is nogal een klus. Ik denk dat een hele goede stap al zou zijn om niet te zeggen, we gaan in de gemeenteraad of in de Tweede Kamer iets besluiten en dat vervolgens proberen uit te leggen aan de mensen in het land.
Maar om die mensen in het land als uitgangspunt te nemen bij wat je überhaupt wil bereiken in een parlement. Ja, maar toch zal je keuzes moeten maken waar niet iedereen zich achter kan scharen. Daarvoor ben jij volksvertegenwoordiger. Maar daarvoor is het wel belangrijk, denk ik, dat politieke partijen geworteld zijn in de samenleving. En volgens mij is dat nu veel te weinig het geval. En dan, kijk, op het moment dat jij echt geworteld bent in, nou, neem als gemeenteraadslid in jouw buurt, in jouw stad. Je bent daar op straat aanspreekbaar, want daar ben je vaak. Je klopt op deuren, je praat met mensen, je betrekt ze ook, je organiseert ze. Dan zijn er volgens mij al, is die kloof al veel minder. En is dat ook veel makkelijker om uit te leggen als je dan een keer iets doet waar... Wat natuurlijk altijd is, waar niet iedereen achter staat. Maar dan moet je me toch iets meer duidelijk maken. Want wat je vertelt, dat is zeg maar heel erg het handelsmerk van de SP. Al vele jaren, daar staan jullie onbekend. Om zo'n type benadering. Wat maakt dan dat er toch ook heel veel mensen anders stemmen? Hè? Zoals de statistiek waar César het over had. Ook bij de laatste verkiezingen. Wat maakt dat jullie onvoldoende populair zijn? Of is dit gewoon wat erin zit? Hoe kijk je daar dan tegenaan? Nou, waarom werkt het dan omdat niet? We nog niet groot genoeg zijn, denk ik. Nou ja, kijk, wat je wel ziet is... er zijn natuurlijk heel veel verklaringen voor de afgelopen verkiezingsuitslag. En wat je wel ziet is dat... nou, neem als voorbeeld, ik woon in Groningen. En daar is een afdeling actief... van SP'ers en die hebben actie gevoerd voor de verkiezingen, jaren voor de verkiezingen in een bepaalde volksbuurt voor renovatie van huurwoningen. Die zouden in eerste instantie gesloopt worden, dat is toen al tegengehouden. Maar daar tochten het, daar sliepen mensen in de keuken met het gasfornuis aan omdat het zo koud was. En doordat de SP dat heeft aangekaart daar en met die mensen dat is gaan aanpakken en dat daadwerkelijk heeft weten te veranderen, zie je dat in zo'n buurt de SP ontzettend hoog scoort bij de verkiezingen. Dus ik denk, weet je, onze slagkracht is misschien nog niet zodanig dat we dat in elke en dat nou ja, overal op elk plekje in het land voor elkaar weten te krijgen. Maar ik denk wel dat dat een manier is om... nou ja, bezig te zijn, politiek actief te zijn. Okay. En dat is dus het direct mensen, dan ben je middel in de handen van mensen om mensen direct zeggenschap terug te laten pakken op hun eigen omgeving. Oké. Okay. Sebastiaan, je hoorde net in het verhaal van Pieter, dat is ook onderdeel van de linkse traditie, groot aanhanger van mensenrechten, snel een cosmopolitische blik. Zorg voor vreemdelingen en migranten. Maar Pieter laat ook doorschemeren, daar zit een begrenzing aan. Wat vind je daarvan eigenlijk? God, ja, dan heb je wel meteen een heel moeilijk punt te pakken. Daar zijn we ook voor hier in de Balie. Nee, dat begrijp ik inderdaad. Kijk, ik denk dat dat wel een van de problemen, of ja, laat ik zeggen, de fouten is die links heeft gemaakt over de afgelopen jaren, misschien zelfs decennia, waarin ze denken dat zij wel de juiste manier van denken te pakken hebben. Dat zij begrijpen hoe de situatie zit. En dat de voornaamste uitdaging is om dat uit te leggen aan de mensen. En ik denk dat vanuit die houding is het heel lastig om mensen ook echt te bereiken. Dat zie ik heel veel bij links. Dat het idee is dat er slechts uitgelegd hoeft te worden dat wij de juiste... standpunt bereikt hebben. Ik denk vooral dat partijen daar de mis in zijn gegaan bij Europa, dat ze daar niet sceptisch genoeg over zijn geweest. Het idee van globalisering, dat gewoon een gegeven zou zijn. En ik denk dat wanneer je kijkt naar wat is de reden dat het vluchtelingenprobleem door veel mensen als een probleem wordt gezien, dan zullen ze uiteindelijk problemen aankaarten. Dus bijvoorbeeld dat het moeilijk is om aan een woning te komen of dat zij gewoon het moeilijk vinden om een baan te krijgen, waarvan de oorzaak niet ligt bij de vluchtelingenstroom. En dus moeten we daar heel goed kijken naar, kunnen we het... berichten overbrengen, maar ook erkennen dat er andere oorzaken zijn waar links op bepaalde wijze ook aan heeft bijgedragen. Dus bijvoorbeeld het globalisering zien als iets dat een gegeven was
En dat ook positieve dingen mee zou brengen. En je begrijpt waarom het gebeurd is. Omdat de arbeidsklasse minder is geworden. De middenklasse is groter geworden. Dus zijn de linkse partijen meegegaan over het algemeen naar de middenklasse toe. En die hebben gewoon andere wensen, waardoor er een hele grote groep achter is gelaten. Die eigenlijk verteld is van, ja, de grenzen gaan open. En de vaardigheden die we jullie hebben aangeleerd door het educatiesysteem dat niet op jullie, gericht is. Daardoor kunnen jullie niet heel erg veel meer dan mensen in bijvoorbeeld Oost-Europese landen die bereid zijn om het voor een veel minder salaris te doen. Ja, dan moet je maar gewoon een extra opleiding doen om een andere baan. Dat heeft niet iedereen in zich. En dus daarmee ben je heel veel mensen over het hoofd aan het zien. Of een toekomstbeeld aan het schetsen waarvan je zou kunnen weten dat het niet reëel is. Maar vind je dan, om in de termen van Pieter te blijven, ja, linkse politiek anno 2017 moet veel minder cosmopolitisch zijn. Moet afstappen van het open wereldbeeld, het wereldbeeld van de globalisering, van een relatief vrije migratie, relatief vrij. Eigenlijk gewoon een grens een beetje op slot. Nou, ik denk grenzen op slot zou ik niet zozeer voor zijn. Tenminste niet als we het hebben over mensen. En dat is waar het volgens mij over hebt. Maar als je het hebt over het bedrijfsleven, dan denk ik dat je wel wat beschermender mag zijn. En daar hebben wij juist als Nederland een niet zo fijne rol in globaal gezien. Oké, hoe zit het met die migratie? Wat gaan we daarmee doen? Die globalisering, gewoon een, ik zou zeggen niet die grenzen richten uit, maar gewoon een lagere versnelling. Kan ook. We hoeven niet zo hard achter alles aan te hollen. Het kan ook gewoon een versnellingje, één of twee versnellingen lager. Ja. En daar kunnen de linkse partijen heel goed een keuze in maken. Maar we komen al heel gauw op migratie in het gesprek. Ik wilde heel graag nog eventjes, als het mag, even terug naar iets van. Ik vond nog niet dat het helemaal afgerond was namelijk. Nee? Nou, er waren twee dingen die nog op tafel lagen. Ja. Dat is namelijk, ik wilde heel graag nog één dingetje aanvullen. Want de vraag was, waarom gaan die mensen weg bij de partijen, linkse partijen? Zeker. En daar heeft globalisering absoluut volgens mij mee te maken. Maar volgens wat er is gebeurd door heel erg globalisering te omhelzen. Het is een raar woord, hè? Maar gewoon die open grenzen, vrij verkeer, goederen, kapitaal, mensen. Heerlijk, weet je wel. Het is fantastisch dat we zo'n open Europa hebben. Maar het heeft ook nadelen met zich. Zoals die oneerlijke concurrentie in Europa. Hè, dat wij niet solidair zijn met onszelf. Omdat wij heel veel mensen in Nederland die hebben het gevoel dat die banen, potentiële banen, voor hun neus worden weggehaald door mensen uit Oost-Europa. Terwijl we die voor minder arbeidsvoorwaarden en minder inkomen diezelfde banen geven. Dat is gewoon oneerlijk met onszelf en oneerlijk met Europa. En die dingen die hebben ervoor gezorgd, volgens mij, al dat soort voorbeelden, dat mensen die voorheen op linkse partijen stemden, omdat ze geloofden in het progressieve gedachtegoed, omdat ze geloofden in een groter en een beter Europa, op een gegeven moment bij zichzelf ook te raden zijn gegaan en hebben gemerkt dat ze misschien wel meer te verliezen hebben dan te winnen. Door alleen te stemmen op linkse progressieve partijen. En daardoor heel snel naar de reactionaire hoek zijn verplaatst. En daar heb je de PVV, het CDA maakt daar ook heel goed gebruik van. Die reactionaire blik op politiek, op Europa, is er eentje die nu gewoon heel erg veel wint. Okay. En dat wilde ik nog even aanvullen. Het gaat me aan het hart, hè. Je ziet dat ook aan de manier waarop ik aan het praten ben. Excuus daarvoor, Kees. Ja. Ik wil nog één dingetje nog wel zeggen. En dat is nog waarom die je die doet hand, het wel handig, die hand in eigen, die hand in eigen ja, boezem, daar was ik over begonnen. En dan ging heel gauw over de Partij van de Arbeid en verkeerd uitleggen. Maar ik denk dat we dan beperkt blijven tot een bepaalde manier van kijken naar die dingen. En het gaat niet alleen om een manier van politiek bedrijven of manier van uitleggen van wat je wil bereiken in de politiek. Maar ik steek de hand in eigen boezem, omdat we, ik denk, hier aan ten grondslag ligt het feit dat het onderwijssysteem in Nederland, publiek stelsel, een katalysator van ongelijkheid is geworden. En dat is heel ernstig, want we hebben de oude scheiding van met het hand en met het hoofd hebben wij aangehouden. Daaruit is zeg maar de kwetsende tweescheiding tussen hoog en laag opgeleide ontstaan. En daar hadden wij als Partij van de Arbeid, met name denk ik, omdat we jarenlang wel de macht hebben gehad, op mogen interveneren. Denk bijvoorbeeld aan kleinschalig onderwijs, waardoor je meer inzet op individuele talenten en niet kijkt naar grosso modo, jij bent meer beter met je hoofd en jij bent goed met je armen. Okay. En we houden jullie maar even bij elkaar. De segregatie in het voortgezet onderwijs is enorm hoog. Okay. En ook op basisscholen, zeker in Amsterdam bijvoorbeeld. Okay. Heel erg hoog. Dan heb je je twee punten gemaakt. Daarmee creëer je dus
enorme segregatie. Dan heb je twee punten gemaakt. Ja. Toch even terug naar dat andere punt. Ja, migratie. Hoe zit dat nou? Niet specifiekere vraag? Ik denk dat rechts het echt heeft gekaapt. Het is een beetje discussievertroebeling. Je hebt een migratiestroom en je hebt een vluchtelingenstroom. Je hebt asiel. Ja. Het recht op asiel staat buiten discussie. Voor mij en ik denk ook voor mijn partij. Ik denk voor de meeste linkse mensen. Nee, dat is het probleem. Sorry, dat mag. Voor mij dan. Voor jou, voor de Partij voor de Dieren, blijkbaar niet. Kom naar je toe. Het recht op asiel is als iemand in het land komt, dan heeft hij volgens verdragen, volgens vluchtelingenverdragen, recht om hier op het land te blijven. Klaar. Wat er nu gebeurt in die hele discussie, is dat rechts er een hele identiteitsdiscussie van heeft gemaakt. Onze identiteit, onze Nederlandschap wordt aangetast door de komst van nieuwe vreemde mensen of door mensen die hier al geboren zijn. Die dus in het land horen, maar nog steeds als vreemdelingen worden ervaren. Dus die hele discussie is ook vertroebeld. En ik snap dat wel, want wat je net ook zei. Mensen hebben gezien door de jaren heen dat hun wijk, hun volkswijk is veranderd qua identiteit. Het was misschien een hele blanke wijk en is door de jaren heen veranderd. Met de komst van een moskee of met de komst van iets anders naar een hele gekleurde wijk. Dat heeft mensen ook bang gemaakt. Maar ik vind dat die discussie wel heel erg vertroebeld is en dat heeft rechts heel goed gedaan. Ik snap dat rechts soms ook goede dingen doet. Of dingen goed doet, beter gezegd. Maar het gaat me nou even op jullie antwoord. Jullie allemaal brengen hier het issue op tafel, hè, van de scheiding tussen verschillende groepen. En ook mentaal. Hè, niet alleen in kansen en carrières en geld en materiële ongelijkheid, hè, die vandaag de dag de aanblik van de samenleving domineert, maar ook mentaal. En mensen in bepaalde groepen die helemaal niet meer weten of ze nog een keer op links gaan stemmen. Wat is dan jouw antwoord daarop? Wat zeg je tegen die mensen als ze zeggen, ja, ik vind gewoon dat die migratie uit de hand is gelopen, mijn baan wordt beconcurreerd, et cetera. Wat zeg je dan? Ja, zou ik nog eerst even mijn klein punt kunnen maken? Dat is heel kort. Mag. Ik heb tijdens de Tweede Kamerverkiezingen heb ik gesprekken gehad met PVV-stemmers op straat. Mm-hmm. We zijn een bepaalde wijk ingegaan waar voornamelijk PVV-stemmers zitten. En als ik met ze praat, dan hoor je dus inderdaad, ik heb geen werk. Mijn baan is afgepakt. Ik zit nu al 2 jaar in de WW. Ik ga binnenkort de bijstand in. Ik heb geen werk. En dan begin je met ze te praten en dan zeg je, nou daar heeft links wel een antwoord op. Want wij willen arbeid weer interessant maken door belastingen te verlagen, waardoor u weer interessant wordt om dan praat je met je en dan zeg je, maar wat is dan het probleem waardoor u bijvoorbeeld, als ik u zo hoor, bent u best wel links qua gedachtegang? Wat is dan het probleem? En dan durven ze niet te zeggen, ja maar jij bent het probleem. Want jouw kleur of jouw haar of jouw naam staat me niet aan. Mm-hmm. Voor mensen die echt die waarvan hun werk is afgepakt, omdat ze, of waar ze al 2 jaar in de WW zitten en daarna in de bijstand komen, of mensen die in schuldproblematiek zitten, of mensen die net afgestudeerd zijn, jongeren die ook al 8 maanden, 9 maanden thuis zitten en geen werk kunnen vinden. Wij hebben het antwoord voor ze. En die moeten we gewoon beter verkondigen. Kijk, wij zitten constant, ik denk dat we als links moeten kijken, wat verbindt ons? Wat zijn onze common ground? Wat is onze common ground? En daar meer op moeten gaan samenwerken. En dat doen we niet goed genoeg, heb ik het idee. Okay. We zijn constant bezig met de verschillen te zoeken. En dat is voor rechts natuurlijk interessant. Want we kunnen zij daarop inspelen. Maar we hebben het antwoord wel voor ze. En ik denk dat het ook gehoord is, aangezien GroenLinks een goede stijging heeft gehad de afgelopen verkiezingen. Is het gehoord door een bepaalde electoraat. Maar we moeten wel voor zorgen dat we als links een constante hebben. En dat gaat steeds mis. Kijk, nu heeft GroenLinks dat gehad. De vorige verkiezingen was dat Partij van de Arbeid. Je weet wat dat over 4 jaar wordt, dat weten we niet. Want we missen die constante als linkse partijen. Sebastian, jij wil corrigeren. Ja, inderdaad. Omdat ik gaf net aan van het recht op asiel staat niet ter discussie. En ik denk het enige wat ik wilde aangeven was dat wat mij betreft staat alles ter discussie. Omdat ik enorm overtuigd ben dat we dat recht van asiel gewoon moeten toekennen. Maar ik heb daar redenen voor. En dus wil ik met mensen in dialoog om die redenen kunnen toe te geven. Maar het uitsluiten van discussie over iets, juist wanneer je denkt daarover gelijk te hebben, is niet tactisch. En ik denk dat ik hoor dat heel veel. Ik hoorde César het ook al zeggen van over die globalisering. Dat mag een paar versnellingen lager. Maar wat het dus op neerkwam van het is gewoon een gegeven, maar we moeten mensen de tijd geven om daaraan te wennen. Maar misschien denken mensen daar anders over. En ik denk dat dat wel iets is waar we moeten niet al te snel denken dat we onze conclusies
klaar hebben. Natuurlijk zitten wij hier op dit moment met een bepaalde set van meningen en standpunten en overtuigingen. Maar we moeten wel laten merken dat die op zich dat we gewoon voor reden vatbaar blijven. En dat we ervoor openstaan. Dat we misschien onze overtuigingen zullen veranderen op basis van goede argumentatie. Maar op dit moment ben ik ook behoorlijk overtuigd dat mijn argumentatie om voor het recht van asiel te zijn gewoon totaal valide is. En dat goed dialoog anderen daarin mee kan brengen. En daarom denk ik dat het heel riskant is gewoon om te zeggen van iets staat niet ter discussie. Dus ik zou dat graag gewoon het staat niet ter discussie, maar het klinkt toch nog vrij cosmopolitisch wat je zegt. Dat zou kunnen. En dat vind je niet erg. Ik ga even naar jou, Lisa. Hoe zit het nou bij jullie met die migratie? Wat vind je daarvan? Hoe moet links daarin opereren? Nou ja, ik ben ook in campagnetijd en ook daarvoor en daarna natuurlijk veel de buurt in geweest. En dan spreek je zeker in campagnetijd natuurlijk over wat mensen willen gaan stemmen. En de PVV-stemmers die ik sprak, zitten echt inderdaad allemaal in... ik ben mijn baan kwijt. Precies, zorgen. Hun omstandigheden zijn zodanig dat ze gewoon niet meer rond kunnen komen. In de schulden zitten, hun kinderen niet kunnen laten studeren. En dan is het ergens misschien haast wel bijna logisch dat je daar een soort van schuldige voor, of in ieder geval... dat je dat aan iemand kan de schuld kan geven. En wat Wilders natuurlijk heel goed doet, is hij doet alsof hij geeft een bepaalde groep mensen daar de schuld van, de vluchtelingen, de migranten. En dat is gewoon puur zondebokpolitiek. Maar je moet de omstandigheden van de mensen veranderen. Want dan zijn mensen echt heel erg bereid om iemand naast hun te laten wonen die uit een ander land komt. Dat is het probleem niet. Maar op het moment dat je eigen bestaanszekerheid in gevaar is, dan lijkt het al heel snel van oh, maar die krijgt alles. En terwijl dat helemaal niet het geval is. Zeker niet. Ik bedoel, Wilders stemt 90% van de tijd in de Tweede Kamer met de VVD mee. Dus als er iemand niet voor die verandering voor mensen gaat zorgen, dan is het Wilders wel. Maar dat beeld zit wel bij mensen in hun hoofd. En dat zijn hele terechte zorgen die wij ons heel erg aan moeten trekken en waar we echt wel mee aan de slag moeten. Dan kom je weer een beetje op wat je in het begin zei. Die maatschappelijke ongelijkheid moet gewoon verminderd worden. Oké. Pieter, ik kom even weer bij jou. Ik hoop dat er een microfoon naar Pieter kan. Jij bent toch een beetje onze anker in deze ingewikkelde discussie. Je hebt een half uur mogen genieten van het actuele linkse debat bij de nieuwe generatie. Wat valt jou op? Hoe links is het? Zijn jouw lessen te harte genomen? Nou ja, vind ik wel. En ik denk ook echt dat we gewoon met enorme problemen zitten. En dat is dat we op het ogenblik in een samenleving leven waarin de scheidslijnen tussen bevolkingsgroepen, de segregatie, zo sterk geworden is. Is dat we met een enorm probleem zitten over hoe we nou bruggen kunnen bouwen over die segregatie heen. En dat heeft heel erg te maken met grote ongelijkheid. En nou kan het best wel zijn dat Nederland, dat de ongelijkheid daar wel meevalt. Maar wat we om ons heen zien, en dat geldt ook voor de Scandinavische landen, is dat die ongelijkheid steeds groeiende is. En dat er ook stemmen in Nederland opgaan dat er misschien wel inkomensongelijkheid meevalt, maar dat vermogensongelijkheid enorm is. En dat we ons eigenlijk afvragen hoe we nou die ongelijkheid ongedaan kunnen maken. En wat je over het algemeen ziet, is dat we altijd het gevoel hebben, nou, dat moeten we doen op de een of andere manier door dat geld bij die rijken weg te halen in de vorm van belastingheffing. En het vervelende is dat dat probleem van belastingheffing echt een probleem is geworden vanwege die globalisering. Want zoals Ewald dat noemt, de globalisering is vooral voor bedrijven ontwijkende globalisering. Die kunnen heen trekken naar de plekken waar de arbeid het goedkoopst is. Die kunnen met hun vervuilende delen van de industrie heen trekken naar de plekken waar je voor de vervuiling het minst hoeft te betalen. Okay. En die kunnen heen trekken naar plekken waar je bijna geen belasting hoeft te betalen. En die mobiliteit die is dus daar enorm. En dat betekent dus dat
Je kunt dan wel zeggen dat we meer belasting moeten heffen en dat we dus progressiever moeten belasten. Maar het is heel erg de vraag of dat kan. En dat betekent dat het voor links heel erg belangrijk is om nu nieuwe ideeën te ontwikkelen over hoe je nou die ongelijkheid gaat bestrijden en wat je eraan gaat doen. En dat je dat doet op een realistische manier in het besef dat die globalisering voorwaarden stelt voor hoe je dat moet doen. En dat dat op traditionele manieren via een stabiele verzorgingsstaat en via een herverdeling via belasting, dat dat misschien helemaal niet meer kan. En dus we moeten dus gaan nadenken over dingen als misschien basisinkomen of over hoe misschien de staat een fonds zou kunnen oprichten waarin mensen betaald kunnen worden voor het onderwijs gaan volgen. Okay. Dus dat soort van dingen. Dus kortom, ik denk dus dat ik, als ik dit zo aanhoor, is dat iedereen eigenlijk wel op dit moment wel de problemen herkent en dat we met z'n allen voor de opdracht staan om te kijken hoe we nou hier uitkomen en dat we dat doen op een realistische manier met erkenning dat dat op het ogenblik heel erg moeilijk is geworden in heel veel opzichten. Oké, dankjewel. Voordat we naar de volgende tafel gaan, heb ik nog een tweetal slotvragen voor jullie. Jullie zijn allemaal actief binnen een bestaande politieke formatie. Die heb je van hun te lenen, zoals ze daar zitten. De ouderen, the powers that be. Hoe lang gaan jullie daar nog mee door eigenlijk, met die bestaande politieke verenigingen, organisaties? Of zeggen jullie van, nou, dat gaan we over, als wij nou een keer aan de macht zijn, dan gaan we dat een keer anders doen. Zeg eigenlijk vloek in de kerk, of de moskee, wat je wilt. Als ik kijk, wat je dus bij rechts hebt, dan heb je een conservatieve rechtspartij, of een christelijke rechtspartij, en een wat liberale, al neigt de VVD naar conservatisme de laatste tijd, maar misschien moeten we als links ook kijken naar ook een conservatieve linkse partij en een wat liberale linkse partij. Dat die keuze op links voor mensen wat beperkter wordt. Als ik kijk naar bijvoorbeeld een PvdA-achterban, die zou zich kunnen opsplitsen in een SP-achterban en een GroenLinks-achterban. Daarom zeg ik vloek in de kerk. Okay. Dus en, kan je mensen hiermee boos mee gaan maken. En de PVV en het CDA. Okay. Als je links van hart bent. Bij de SP gaat dat wat moeilijker, want die zit toch op de conservatieve hoek best wel. Dus die zou zich niet minder thuis kunnen voelen in een progressieve GroenLinks hoek. Okay. En de Partij van de Dieren, die... Ja? De achterban zou zich helemaal bij GroenLinks zitten. Dus dat, het is geen... Ik zou denken, we moeten misschien kijken naar, inderdaad, los van die partijen, moeten we misschien kijken naar een conservatief linksblok en een progressief of cosmopolitisch linksblok. Oké, wat vinden jullie uit? Ik heb de bom gedropt. Nou ja, als je het hebt over, wij hebben het antwoord wel, zoals je eerder aangaf, dan geldt dat wel voor de Partij voor de Dieren inderdaad. Dus als we die een keertje uitleggen aan GroenLinks, kunnen jullie weer bij ons voegen. Dus dat zou mijn houding daarin zijn. Het moet kijken naar hoe groot... Hoe wil je de mensen meekrijgen? Het gaat niet om of jij als partij wil blijven bestaan, maar wat is beter voor het land? Ik ben heel blij dat je dat aangeeft, want dat was lang mijn punt. Ja. Oké, nou, daar zijn jullie het dan toch weer over eens. César. Ja. Oh, jij mag een antwoord geven. Jij mag antwoord geven. Mooi. Die vraag gaat ook heel erg over gewoon middelen om dingen te bewerkstelligen. We moeten ons niet verkijken op politieke partijen. Maar kijken naar de doelen die we willen halen en wat de agenda is voor de komende jaren. En op basis daarvan keuzes maken wat die politieke partijen doen. Maar het is niet, denk ik, of via de partijen of via grassroots bewegingen. Het is niet of, het is gewoon, je kunt alles doen. En zolang we in een parlementaire democratie leven, is het volgens mij heel goed dat we zoveel mogelijk keuzemogelijkheden hebben. Ik zou absoluut niet willen zeggen dat het goed is om met een bepaald idee partijen op te splitsen. Maar goed, volgens mij dingen veranderen gewoon. Als er partijen onnodig blijken, dan gaan die wel vanzelf op met andere partijen. Dat heeft de historie altijd bewezen. Okay. Maar goed, ik denk dat eigenlijk links het heel goed is voor linkse partijencircuit als we eens een keertje zeg maar de onderlinge partijproblemen opzij zouden zetten. Gewoon even kijken wat kunnen we nou de komende niet 5, maar 10, 20 jaar echt doen in dit land en waar moeten wij Nederland naartoe leiden? En er zijn een hele hoop. En dat bedoel je dat linkse partijen elkaar moeten zien te vinden? Agenda bepalen. Absoluut. Oké. Okay. Lisa, ben je daarmee eens? Nou ja,
gedeeltelijk. Want volgens mij moeten we... Ik vind het altijd een beetje flauwkul om na te gaan denken over welke partijen er met elkaar misschien zouden kunnen gaan fuseren. Wat is dan ook een politieke partij? Ik bedoel, het bestaat uit leden. Dat zijn gewoon allemaal mensen uit het hele land. Volgens mij is het doel dat je jezelf uiteindelijk kan opheffen. Als wij socialistische maatschappij hebben voor elkaar hebben gekregen, dan heffen we de SP lekker op. Oh. En natuurlijk moet je met elkaar samenwerken, maar laten we vooral naast dat hele parlementaire democratische gebeuren en kabinetsformaties elkaar de hele tijd door opzoeken en samen met elkaar de mensen in het land opzoeken. Oké, laatste vraag voor jullie. Welke vraag moet ik zo direct stellen aan de tweede tafel waar de andere gasten zullen plaatsnemen? Is er één prangende vraag waarvan jullie zeggen, nou, dat moet eigenlijk nog wel even aan de orde komen. Wat is jullie boodschap aan deze staande politieke generatie? Nou, ik heb er eentje van tevoren opgeschreven en ik vind die nog eigenlijk onvoldoende besproken in dit gesprek. Ik geef hem graag mee aan de oudere generatie. Namelijk, hoe zorgen we ervoor dat iedereen mee kan komen in deze snel veranderende samenleving? Oké. Jullie nog? Ja, ik had één punt die ik graag had willen benoemen of bespreken. En dat is het basisinkomen. Dus omdat dat toch al genoemd is, zou ik graag kijken hoe men daarover denkt. Goed. Hoeft niet, mag wel. Je mag ook straks nog inbreken. Ja. Pieter. Rick, waarom is er niemand van de vakbond uitgenodigd? Ja. Pas, waarom is er niemand van de vakbond uitgenodigd? Pieter, klopt het? Nee, waarom niet? Omdat we ervoor hebben gekozen om twee keer met een tafel te zitten met vertegenwoordigers echt van politieke partijen. Het was ook echt de aanleiding van de avond, is ook heel erg de verkiezingsuitslag geweest. Dus we willen ook graag praten met degene die, nou ja, om het zomaar even te zeggen, een mandaat hebben gekregen om beslissingsbevoegd te zijn. Dus vandaar. Oké. Ik zit ook bij de FNV, dus stiekem wel een beetje... Oké, er zijn gelukkig dwarsverbanden, hoor ik. Ik heb tijd voor twee korte vragen aan deze politieke generatie. En dan gaan we door met de volgende. Ga je gang. Microfoon graag. Ja? Hey, binnen de top van de Partij van de Arbeid woedt op dit moment de discussie, na het succes van DENK, of de Partij van de Arbeid een belangrijk deel van hun electoraat zijn kwijtgeraakt en alles op alles moet zetten om die groep, minder mensen met een migrantenachtergrond, met bovendien ook een sociaal-economische achterstand, er weer bij te halen. Of, en dat is het andere kamp in die discussie, dat eigenlijk een belangrijk deel van deze groep niet bij de Partij van de Arbeid om te beginnen hoorde, omdat ze een veel conservatiever gedachtegoed hebben. En dat eigenlijk een soort blessing in disguise is dat ze nu hun eigen partij hebben. Ik zou niet aan Cesar, die me nu heel erg zit aan te kijken, deze vraag willen stellen, maar eigenlijk juist bij GroenLinks en SP de vraag willen neerleggen. Dit dilemma waar de partijtop mee zit, hoe zouden jullie, als jullie in hun schoenen stond, deze keuze zien? Is dat deel van de achterban eigenlijk logisch dat het verwezen is geraakt? En moet je dat accepteren of moet je alles op alles zetten om ze er weer bij te trekken? Normaal, Lisa? Eerst? Ja, ik zei net ook in mijn verhaal, de eerste en de tweede generatie is denk ik een groep die lastig weer mee terugkrijgt. Omdat zij toch met één voet nog in hun moederland of vaderland zitten. En één voet in dit land. Ze zijn hier destijds gekomen met de gedachtegang om ooit weer terug te gaan. En we zijn 35 jaar verder. Maar toch zit hun hart in Turkije of in Marokko of in Suriname of waar je het ook wil zeggen. Dus die groep, die zal je denk ik lastig weer terugkrijgen. Maar je kan je wel focussen op de derde generatie. Dus de generatie die hier geboren is. En die eigenlijk leeft in twee verschillende werelden. Meer hier en ook hierbij wil horen. Dus je kan dan wel krijgen, hoe kunnen wij die generatie binden aan ons? En dan kom je toch op het gevoel van wat ik dan hoor van jongeren die bijvoorbeeld op DENK, dan vraag ik aan ze, waarom stem je op DENK? Dan zeggen zij, omdat zij wel voor mij opkomen. Omdat ik niet als onderdeel van Nederland word gezien en zij gaan daar wel voor zorgen. En daar ben ik absoluut niet mee eens. Het is, je bent alleen maar bezig met meer segregeren en meer je eigen hokje te creëren, waardoor je nooit onderdeel van het land kan zijn. Maar je moet dus wel proberen ze naar je toe te trekken, ja. En hoe is door ze te laten voelen dat ze ook onderdeel van het land zijn.
Okay. En de eerste twee generaties, dat is denk ik moeilijk om die terug te halen. Wie is dan jouw antwoord op deze vraag? Ja, ik denk dat het niet alleen dit specifieke punt, maar denk voor wel een groot gedeelte of een hele grote groep überhaupt geldt, is dat er mensen zijn die zich tweederangs burger voelen in Nederland. En volgens mij moet je daar altijd mee bezig zijn. Hoe zorg je ervoor dat zij dat niet zo is? En volgens mij heeft dat ook heel erg te maken met dat je een gezamenlijke, om het maar zo te noemen, vijand moet vinden. En dat dat nu vaak wordt gezocht in verschillende bevolkingsgroepen, verschillende achtergronden. Maar dat dat veel meer moet zitten in het wie hebben de macht op dit moment en wie niet. En een keer naar boven moet schoppen in plaats van onder een beetje tegen elkaar aanschoppen. En als vijand weer echt het kapitaal zoeken als Partij voor de Arbeid, het zou mij mooi lijken. Oké, laatste vraag daar achterin. Ja, dankjewel. Ik heb heel veel vragen door mijn hoofd, omdat ik hongerig hier naartoe kwam met de hoop dat we het antwoord zouden vinden. Maar kennelijk, mijn gevoel zegt, we moeten meerdere van dit soort avonden hebben. Dus ik zal het beperken bij één vraag. Mijn naam is Giza en ik was benieuwd. Mijn vraag sluit aan bij wat de meneer net zei. Maar ik denk niet dat de analyse volledig is. Omdat het probleem is veel complexer dan denken in twee richtingen of dichotomieën. Zoals Pieter, ik vergeet zijn naam, uitlegt, zijn verschillende lijnen om de huidige strijd te kijken. Ik was benieuwd wat mij opvalt bij nieuwe uitdagers in de Tweede Kamer, DENK en Forum voor Democratie, is dat deze twee partijen toch heel succesvol zijn, op een of andere manier. Bijvoorbeeld volgende week lanceert de jongerenbeweging van Thierry Baudet, lanceert en het zijn nu meer leden dan VVD. Dus dat is interessant om te observeren. Maar mijn vraag gaat, zijn gevestigde partijen, zoals jullie daar zitten, met de uitzondering op César, en misschien uitzondering Pink, zijn jullie een beetje afgelopen? Wat is jullie relevantie nog? Want ik heb het gevoel dat buitenstanders op een of andere manier beter zijn om het onbehagen of de zorgen van mensen te uiten. Dat zien we zowel bij DENK, maar ook bij Forum voor Democratie. Met excentrieke leiderschap, wat je ook van vindt. Okay. Ja, lijken zij een bepaalde snaar te raken. En ik ben benieuwd, zijn wij aan een transitie toe? Kunnen jullie mij overtuigen waarom jullie nog relevant zijn? Oké. Okay. Wie voelt zich hier aangesproken? César is niet, Marcelo niet, daar zitten wij aan tafel. Maar jullie hadden net al het woord. Ik kom toch even bij jou. Wil je er iets over zeggen? Ja, absoluut. Zeker weten. Ga je gang. Ik denk dat die partijen gewoon, je zegt politieke partijen die al langer bestaan, hè. Volgens mij is dat gewoon standaard kijk op die partijen. Er worden heel gauw al door Thierry Baudet weggezet als het partijkartel. Het is allemaal onmoe van te worden. Daar gaat het helemaal niet om. Het is onzinnig. Ik denk dat we echt veel beter moeten kijken naar, zijn die partijen voldoende representatief? Doen ze waar ze daarvoor zijn? Zijn ze het land aan het besturen? Gaan we de goede kant op als Nederland? En dan zijn we volgens mij prima op weg. En als dat niet zo is, dan is het goed als er af en toe wat mensen, als er nieuwe bewegingen de Tweede Kamer binnenstormen om de boel een beetje op te schudden. Okay. Maar of die partijen, oude partijen, nog wel relevant zijn, zolang we een partijen, representatieve parlementaire democratie hebben, dan is het volgens mij, zijn die altijd relevant. Totdat ze niet meer relevant blijken, maar dat zul je merken als die geen stemmen meer krijgen, ja. Ik heb een beter antwoord, heb ik niet. Slotwoord, Sebastiaan. Ik denk ook dat het goed is dat er steeds nieuwe partijen bij kunnen komen. Ik ben wel voor het Nederlandse systeem. Er zijn ook wel veel problemen mee. En dat vind ik op zich
Een van de weinige dingen die ik mooi vind aan Forum voor Democratie is dat ze op zich bereid zijn om vraagtekens te zetten bij het huidige politieke stelsel. We zijn altijd ook wel voor gewoon in ieder geval overwegen om buiten het huidige systeem te denken en te kijken of daar misschien oplossingen zijn. Ik vind het een beetje lastig, want César zegt nu, we hebben het net gehad lange tijd over dat er echt grote problemen zijn. Alleen al met immigratie hebben we een half uur ongeveer gevuld met dat ene onderwerp. En klimaat nauwelijks besproken. Segregatie als geheel is ook gewoon een groter iets dan de aandacht die we nu aan besteed hebben. En vervolgens wordt gezegd van we zijn prima op weg. En ik denk dat dat dus niet het geval is. Ik zeg niet dat we prima op weg zijn. Ik zeg dat die partijen, zoals die daar nu zitten, dat die gewoon ervoor moeten zorgen, zeg maar, dat de politiek ons, zeg maar, de toekomst meeneemt en daar leidend in is. En toekomstige vraagstukken durft te beantwoorden. En als dat wordt gedaan, dan doet de politiek zijn werk. En dan is dat wijzen naar welke partij nou eindelijk eens een keertje op moet houden met bestaan. Ja, dat is een welis-nietis-vraag. Ja, daar kan ik heel weinig mee. Laatste woord voor jou. Maar daar kan ik me in vinden. Ik denk dat de politiek wel wat transparanter mag worden. Dus daar valt wel het een of ander aan te merken. Maar inderdaad, om partijen af te gaan schrijven wanneer mensen er nog voor stemmen, vind ik een heel raar iets. Oké, dames en heren, mag ik een hartelijk applaus voor deze generatie. Jullie gaan daar zitten en jullie hebben dus één kans om nog te interveneren in het gesprek wat nu plaatsvindt. Mag ik u vragen, dames en heren, huidige generatie, neem plaats. Voor zover u ze nog niet kent, wat ik me bijna niet kan voorstellen, Ron Meijer, SP, Nico Kofferman, Partij voor de Dieren, Achtens Jongerius, Partij van de Arbeid, Wijnand Duivendak, GroenLinks. Welkom. Voordat we het gaan hebben over links, is er nog formatienieuws eigenlijk? Nou ja, je kijkt mijn kant op, dus ik pak het woord maar. Nou, ik constateer dat er dat Rutte in ieder geval een aantal van zijn opties de afgelopen tijd heeft verpest. Om even te constateren dat helaas, tot onze grote spijt, Nederland rechts gestemd heeft. En dat de SP bijvoorbeeld pas de zesde partij van het land is. GroenLinks de vijfde en de Partij van de Arbeid de zevende. En Rutte slaagt er toch dus ver in om optie 1, die was er toch, namelijk met die rechtse partijen samen. De PVV, het CDA en eventueel D66, om daar samen mee te regeren. Dat is niet doorgaan, om allerlei begrijpelijke redenen als het om de PVV gaat, maar toch. Daarna met D66 en GroenLinks niet gelukt. Daarna met de ChristenUnie niet gelukt. Dus er blijven niet zo heel veel schepen meer over die kan verbranden. Dus wat mij betreft is het formatienieuws dat we een keer zonder Rutte moeten proberen. Oké. Dat is de stand van vandaag. Ja, dat was gisteren ook al, wat mij betreft. Maar vandaag zeker. Nico? Ja, wat mij opvalt is dat bedoel, daar zitten we vanavond hier voor, dat progressieve partijen elkaar niet opzoeken, maar loslaten, meteen na de verkiezingen. Dus niet met elkaar gaan zitten en zeggen, hoe gaan wij zorgen dat de schade beperkt blijft. Als je bijvoorbeeld naar het klimaatbeleid kijkt, er zijn 77 klimaatonvriendelijke zetels. En dat betekent dus dat je een partij moet vinden die samen met de progressieven een groen beleid wil maken. Nou ja, de VVD komt daar het meest voor in aanmerking, omdat Rutte al sinds 2008 fantaseert over groen rechts. Okay. En dan gaan een aantal partijen elkaar uitsluiten, waaronder de VVD. Ik vind dat niet handig, eerlijk gezegd. En ik vind het ook niet handig dat er progressieve partijen zijn die in hun eentje aan tafel gaan zitten met VVD en CDA. Hoe erg kan je het bedenken? En daar 8-9 weken mee gaan zitten praten. Omdat ze er heilig van overtuigd zijn dat ze eruit kunnen komen. Okay. Dan denk ik, als je het wil hebben over de toekomst van links, dan zie je het daar fout gaan. Goed. Agnes, wat is de stand van vandaag? Dat Edith Schippers gezegd heeft dat zij beweging ziet. Ja, nee, en ik heb gekeken van de buitenkant. En ik snap niet welke beweging zij ziet. Maar ik ben dus heel benieuwd naar de brief die ze gaat schrijven. In het weekend, want volgens mij zit het vast. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ik ben echt heel benieuwd. Wat gaat zij nou opschrijven? Welke beweging is er? Schijnbeweging, denk ik. Nou ja, misschien een schijnbeweging. Maar borrelt er iets bij jullie? Volgens mij niet, nee. Okay, goed. Althans, geen brandend verlangen om...
naar die stadhouderskamer te gaan. Nee, tot slot in dit rondje. Langer gaan we er ook niet over praten. Wijnand. Nou, we zouden geen jijbakken maken hè, vanavond. Nee. Nou ja, kijk, de kiezer heeft denk ik de bal bij Rutte gelegd. En de bal ligt nu bij Rutte en Schippers samen, kan je zeggen. En ze hebben er nog niet veel van terechtgebracht. Okay. De bal ligt nog even bij hun, maar dat, ja, hoe zij hier nog uitkomen wordt wel steeds lastiger. Okay, goed. Dit is even de stand opmaken van vandaag. Dank daarvoor. Nood vast tot vragengesprek straks aan de bar. We gaan het nu hebben over linkse politiek. En misschien even aansluiting met het voorgesprek. Wat valt jullie op als jullie de nieuwe generatie horen? Ron, wat valt je op? Wat pik je mee? Bevlogenheid. Maar ja, dat verwacht ik van jonge mensen ook. En dat ze, als het nodig is, een middelvinger durven op te steken naar... ik durf mezelf geen oudje te noemen, maar dat is toch wel een beetje. Nou, de oudjes hier aan tafel. Oké. Agnes? Die bevlogenheid herken ik. Maar ik had eigenlijk gehoopt dat ze nog veel meer zouden zeggen. Rotten jullie eens even op. Nu is het onze beurt. Dus een beetje... Ze waren te lief. Ja, weet je. Dus ze zijn... Horen jullie dat? Ze zijn gemotiveerd, maar ik vind dat ze eigenlijk ook wel mogen zeggen... dat onze generatie er een soortje van maakt en dat het tijd wordt... dat zij een doorbraak kunnen bereiken, vind ik tenminste. Ik vind dat dat hoort bij een generatie twintigers... die moeten de wil hebben om het helemaal anders te gaan doen. Nou ja, wat mij opvalt, en dat is eigenlijk in de column van Pieter werd het ook duidelijk, dat linkse politiek gaat over menscentraal denken. En ik hoor ook een aantal jongeren nog steeds over menscentraal denken. En ik denk dat het niet handig is als je op een schip zit wat zinkt, dat je met elkaar gaat delibereren over hoe zullen we de dekstoelen rangschikken of welke kamer was van jou en welke was van mij. Maar dat we het overstijgend belang centraal moeten stellen. En ik denk dat het echt meer moet gebeuren. Je vroeg aan de jongelui van wat is het belangrijkste thema. Nou, er kwamen een aantal thema's op tafel. Maar ik denk dat het echt gaat om je geld of je leven. En het gaat alleen maar over geld in de politiek. En dat is echt krankzinnig in een situatie waarin overleven veel belangrijker is. Oké, Wijnald? Ik hou eigenlijk niet zo van dat generatiedenken. En eigenlijk zag ik dat net geïllustreerd, want ik vond de twintigers, of oud zijn jullie allemaal, helemaal niet zo heel veel anders praten dan ik dertigers, veertigers, vijftigers, zestigers of zeventigers hoor praten. Volgens mij is dat allemaal behoorlijk hetzelfde. Dus daar zag ik niet zo'n heel erg groot verschil. En ik zie eerder het idee van we moeten het gewoon met elkaar. Kijk, als ze mij van mijn troon willen stoten, als Olly er al is, vind ik het prima. Maar ik denk eerder dat we het met elkaar moeten doen dan dat we hier een soort generatieconflict van moeten maken. Wat volgens mij niet op deze manier nu bestaat. En ik deelde wel de analyse van de meesten, en ik denk dat de Partij voor de Dieren daar net iets anders in zit, dat het grote vraagstuk wat wij nu hebben, er eigenlijk twee zijn die heel nauw met elkaar verbonden zijn, namelijk duurzaamheid, klimaatverandering en gelijkheid, bestaanszekerheid. En daar staan wij voor om die op te lossen. Oké. Klopt dit? Ja, zeker. En daarom is het ook zo ontzettend belangrijk om alle progressieve krachten om de krachten te bundelen en niet te denken van, oh jongens, wie van ons kan meeregeren? Het zou toch echt heel dom zijn als er, nou ja, laten we zeggen dat het in 2012 gebeurt. Ik denk dat heel veel mensen binnen de Partij van de Arbeid er ook spijt van hebben. Op het moment dat je zegt, daar hebben we van geleerd met z'n allen. Daar zou niet alleen de Partij van de Arbeid van geleerd moeten hebben, maar je zou progressieve krachten moeten bundelen. Als je het niet doet... Nou, dan kan je het vergeten. Maar kan je ons uitleggen, Nico, als dit dan de agenda is, en ik kom met dezelfde vraag bij jullie zo direct, dat er twee brandende kwesties zijn die zeg maar, op de progressieve linkse of groene agenda thuis horen. Onduurzaamheid en ongelijkheid. Ja. En bestaansonzekerheid voor grote groepen. En die kwesties zijn aan elkaar verbonden. Ja. Wat maakt dat niet alleen progressieve partijen in Nederland, maar ook in Europa, het bepaald lastig hebben? Dat kennelijk deze boodschap, wat gebeurt er nou eigenlijk in die verkiezingen? Wat maakt het dat... Progressieve partijen komen niet met een alternatief. Die blijven dus, die zeggen dat ze een andere samenleving willen, maar ze komen niet met oplossingen voor zo'n andere samenleving. Dus op het moment dat je zegt, ik wijs het kapitalistische systeem af...
En vervolgens ga je in loononderhandelingen of over huren debatteren. En zeg, kan onze huur een beetje omlaag of kunnen onze lonen een beetje omhoog? Dan blijf je gewoon zitten in datzelfde systeem. En op het moment dat je echt systeemkritiek hebt en je gaat zeggen, het is krankjorum om tot je 68ste door te werken als er geen banen zijn. Dus ga eens een basisinkomen om te beginnen voor mensen van 55 plus introduceren. Ga daar eens mee aan de slag. Mm-hmm. Er komen van progressieve mensen geen progressieve ideeën voor een andere, betere samenleving. En daar ontbreekt het aan. Dus als je in een volkswijk woont en die volkswijk is niet alleen van kleur veranderd, maar die hele wijk is veranderd en verpauperd, dan kan ik me heel goed voorstellen dat die mensen zich belazerd voelen door progressieve politici en denken, nou ja, laten we het dan eens ergens anders proberen. En dat wilden ze ook belazerd. Nou ja, daar komen ze vanzelf achter. Maar goed, op dit moment is het toch zo dat die mensen reden hebben om weg te gaan bij progressieve politiek, omdat progressieve politiek niks voor ze gedaan heeft. Die heeft ze in de steek gelaten. Is dit nou niet een... Maar jullie mogen zo direct reageren. Ik maak even het rondje af, zodat iedereen daar iets over kan zeggen. Wat is jouw antwoord, Ron? Ja, ik ben even kwijt wat nou precies de vraag was. De vraag is, nou eigenlijk tweeledig, dat snap ik. De vraag is eigenlijk tweeledig. Zijn inderdaad ongelijkheid en duurzaamheid de issues voor linkse politiek? En als dat zo is, wat maakt het dan dat links daar toch niet overweldigend op scoort? Nou, om te beginnen, het laatste deel, omdat we niet de uitdaging van de macht zijn. Wat dat betreft ben ik het met Nico eens als het gaat om zijn analyse dat er stevige alternatieven moeten zijn. Ik ben het niet met hem eens dat je dat, als hij suggereert, dat niet ook moet met wat er vandaag moet gebeuren. Mensen willen ook gewoon weten wat er gaat gebeuren aan hun te lage loon nu. Dus als wij stellen dat er over 100 jaar de heilstaat komt, dan zullen heel veel mensen denken, leuk Nico, over 100 jaar, maar het moet ook nu gebeuren. Maar ik wil er een thema aan toevoegen. Ja, die 100 jaar hebben we niet hoor. We moeten heel snel. Maar ik wil er een thema aan toevoegen, dat is namelijk gemeenschap. Noem dat de sociale gemeenschap, noem dat het antwoord op de identiteitspolitiek. Ik vind echt een van de grootste problemen in de huidige publieke discussie is de enorme identiteitspolitiek. Mm-hmm. Oftewel, er moet een vertegenwoordiger zijn voor iedereen die ook maar, laten we zeggen, er op een bepaalde manier uitziet, om het even heel algemeen te stellen. Ik wacht daarvan, omdat ik echt vind dat... laten we zeggen, progressieve politiek betekent, sociale politiek betekent dat we een overstijgend verhaal moeten hebben. Het interesseert me niet wie je bent, het interesseert me wat je doet en wat je ideeën zijn. En dus, ja, kijk, ik heb geleerd dat je vooruitgang afdwingt. De sociale beweging, waar ik ons alle toe reken, is een beweging die in de afgelopen 100 jaar erin geslaagd is om vooruitgang, om vrijheid, ook zo'n thema, ook zo'n woord dat ik graag, dat zal ik zo meteen nog wel even toelichten. Maar die vrijheid moeten we terugpakken, terugklimmen van rechts. Rechts heeft het begrip en de waarde vrijheid gejat van links. Vrijheid stond in de jaren 50, 60, 70 voor ontwikkelkansen voor iedereen, voor gelijkheid. Pieter had het daar ook over. En we hebben laten afpakken. Mijn generatie is opgegroeid, de afgelopen 30 jaar, ik ben 35 nu, met het idee dat vrijheid neerkomt op individualisme. Op geen enkele regel, geen enkele drempel en gaan ze maar door. Terwijl vrijheid zou moeten gaan, wat mij betreft, om gemeenschap. Mm-hmm. Om wat je gezamenlijk met z'n allen kunt afdwingen. En ja, dat is wat links zou moeten zijn. Een vooruitgangsbeweging. Ik ben het namelijk helemaal niet eens met mensen die zeggen de arbeidersklasse is weg. Zo neem je erop. Die heet alleen nu tegenwoordig anders. Dat zijn de ZZP'ers die zogenaamd ondernemer zouden moeten zijn, maar dat hij eigenlijk helemaal niet willen. Dat zijn de mensen die ooit in de haven werkten met goede arbeidsvoorwaarden, maar die zijn uitbesteed en inmiddels beveiliger of schoonmaker zijn geworden. Dat zijn wij bijna allemaal. Dat zijn de wetenschappers die moeten werken met 6 fucking flexcontracten achter elkaar. Dus die arbeidersklasse, hoe je hem tegenwoordig ook noemt, in het simpel niet zo heel veel, die is niet weg, die is er nog. Maar die moeten wij als links dus mobiliseren, organiseren. Op zijn minst om te voorkomen dat het gaat om welke kleur je hebt, op welke politieke partij je zou moeten stemmen. Want dat is echt de dood in de pot, wat mij betreft. Maar hoe komt het dan, of ben ik dan te somber, dat links daar dan kennelijk toch niet zo succesvol in is? Ja, hoe zit dat dan? We moeten ook al stoppen met onszelf de put in praten, man. De SP heeft, dat vind ik echt, een beetje borst vooruit. De SP heeft bijna 1 miljoen stemmen gehaald. Zijn we daar tevreden over? Verre van. We waren enorm teleurgesteld over een zetel minder. Maar kom zeg, wij zijn en we staan er in zijn geheel met links niet goed voor. Maar ik wil er ook aan refereren dat, laat ik het even dicht bij mijn eigen partij houden, iedere partij heeft zijn eigen voorbeelden, goede voorbeelden van. Wij zijn het afgelopen jaar geslaagd om 1,25 miljoen mensen achter een progressief idee van een zorgfonds te krijgen.
En dat heeft ertoe geleid dat we dat iets dat totaal geen thema was, het eigen risico afschaffen, marktwerking in de zorg bekritiseren en een alternatief voor te hebben, dat dat wel gelukt is. Is dat voldoende? Natuurlijk niet, want dat willen we op klimaat, dat willen we op ongelijkheid, op al die andere thema's ook. Maar voordat we dat gaan doen alsof we al dood en begraven zijn, zou ik willen zeggen, dat is nog lang niet het geval. En we gaan opstaan en sterker zijn dan ooit. Oké. Okay. Agnes, wat is jouw antwoord? Ik bij die twee problemen eigenlijk nog mis een probleem waar ik zelf dan de afgelopen 30 jaar ook mee bezig geweest ben. Dat is namelijk gewoon de verdeling tussen kapitaal en arbeid. Dat moet je meenemen in de vergelijking en daar moet je op, denk ik, toch ook constateren dat we aan de verliezende hand zijn. Ik bedoel, ik wil me ook niet de put in laten praten. En ik zei net al in het voorgesprek, het is hoe ouder ik word, hoe nijdiger en narriger en strijdbaarder ik word. Ik dreig het te verliezen van het kapitaal, terwijl de vragen over zekerheid, bestaanszekerheid, over inkomen, maar ook over duurzame investeringen. Gaan over de vraag, ben je in staat om het kapitaal een beetje aan banden te leggen? Ik zal hier niet zeggen dat ik tegen de voorstellen ben die Henk Kamp vorige week gepresenteerd heeft voor de bescherming van het Nederlands bedrijfsleven. Maar ik denk toch wel, hoe kan het nou dat... Dat de VVD'er hiermee moet komen? Is nee, dat het, oh. nee, niet. Dat er zeg maar één ingezonden stuk van Hans Weijers, een telefoontje van Jeroen van der Veer en een alarmbelletje van Anthony Burgmans, dat ogenblikkelijk leidt tot een wetsvoorstel wat zeer atypisch is voor de VVD. Ik zie ook dat zijn eigen partij worstelt met de instemming voor dat voorstel. Terwijl op een hele hoop andere zaken, of het nou gaat over het terugdraaien van het eigen risico in de zorg, kijken hoe de hele liberalisering van de woonmarkt heeft uitgepakt, steeds gezegd wordt dat kan allemaal niet en there is no alternative. Maar op het moment dat het blijkbaar toch het belang van Burgmans, Weijers en Jeroen van der Veer raakt, dan is er in no time een wetsvoorstel. Waarmee ik wou zeggen, all pigs are equal, but some are more equal than others. En dat is dus... Vrijboek. Hè? Een vrijboek is dat. Ik ben wel voor het voorstel, maar ik zal niet... Ik ken ook nog een hele hoop andere schijnende problemen in de samenleving waar niet zo makkelijk iets aan gedaan wordt. En tegelijkertijd klopt het ook. We kunnen zeggen, zij zijn te sterk. En zij worden steeds sterker. Aan de andere kant, de uitdaging is, hoe word je zelf sterker? En dat is, denk ik ook, door het presenteren van positieve voorstellen, waarin mensen kunnen zien dat er een alternatief is, dat het beter kan worden. Mm-hmm. En dat de politiek dus kan leveren. Okay. En daar zit, denk ik, voor de afgelopen periode, in ieder geval aan onze kant, een beetje een probleem. Ja. En kan je nog, dan kom ik bij jou, Wijnald, kan je ons iets meer meenemen in wat is nou, is er maar vandaag de dag de analyse bij jouw politieke partij over hoe komt dat nou? Lijkt mij ook niet eenvoudig. Volgens mij is er nog niet een analyse. Nee. En ik geloof ook niet dat ik nou per se kan spreken namens één ieder. Okay. Maar ik voor, als je vraagt naar mijn analyse, dan is mijn analyse dat er in een kabinet waar te snel een zeer ambitieus hervormingsprogramma is afgesproken. In een voor heel veel mensen onnavolgbare setting. En natuurlijk zegt Wouter Bos nu dat dat maar één keer gebeurd is, dat kwartetten met die kaartjes. Maar het staat een beetje voor de manier waarop die onderhandelingen hebben plaatsgevonden.
bij de rekening, namelijk verdient onze achterban er ook nog iets aan? Je moet constateren dat de pensioenhervormingen, de zorghervormingen, de aanpassingen in het onderwijsstelsel, het verhogen van de huren, dat onze kernachterban geraakt heeft. Ja. Misschien vinden ze onze ministers top. Maar mensen stemmen ook op een partij waar ze denken, die houden rekening met ons. En als je nu in de afgelopen periode huurder, zorggebruiker of zorgverlener, of misschien wel gewoon een juf in het basisonderwijs was, dan denk ik dat je denkt, wat heeft die partij eigenlijk voor mij gedaan? En dan vind ik dat ook vrij moeilijk om dat uit te leggen. Dus de Partij van de Arbeid heeft een rekening van de kiezer gekregen en dat is in zoverre dan ook weer hoopvol, want dan kan het ook makkelijk anders. Als je daar tenminste maar als Partij van de Arbeid voor kiest, is dat wat je ook zegt? Ik denk dat de achterban mag vragen dat er rekening gehouden wordt met dat politiek hen iets oplevert. Een doel van hervormingen op termijn, het zorgstelsel op termijn houdbaar houden. Integreren van leerlingen met wat meer aanpak in het gewone onderwijs. Klinkt als doelstellingen wel goed. En de koopkrachtplaatjes heeft Diederik Samson echt heel goed gedaan. Maar als je denkt, onderwijstaak wordt slechter, de zorg voor mijn ouders wordt opeens minder, of ik werkte in de zorg en ik ben mijn baan kwijt, dan mag het koopkrachtplaatje kloppen. Okay. Maar ben je toch teleurgesteld in de partij van wie jij hoopte dat ze met jouw belangen rekening hielden. Oké, okay. Wijnand. Waar dit mij aan doet denken was eigenlijk 2002. Toen werd ik partijpolitiek actief, omdat ik toen gevraagd was om voor GroenLinks de Kamer in te gaan. En dat was dat bleek ook de verkiezing te worden waarin dus de LPF opkwam en de moord op Fortuyn was. En de Partij van de Arbeid zijn eerste grote dramatische nederlaag leed. En toen hadden we, ik weet niet of het hier in de balie was, maar wijze van spreken, precies dezelfde discussies. Waarom gaat het zo slecht met links? Maar eigenlijk was de vraag, waarom gaat het zo slecht met de Partij van de Arbeid? Want dat is wel de constante in deze discussies. Ik wil helemaal niet zeggen dat er geen andere problemen zijn, maar deze discussie hier, jij zei net ook, hoe komt het nou dat we geen antwoorden als progressieve beweging hebben? Oh. Wij zijn van 4 naar 14 zetels gegaan. De Partij van de Dieren is van 2 naar 5 zetels gegaan. Kijken we in het buitenland, dan zijn er progressieve bewegingen die sterk opkomen en winnen. Ja. Het beeld is niet eenduidig negatief, Het beeld is uitermate verwarrend. Ja. De Partij van de Arbeid zit in een hele grote, diepe crisis, waar ze denk ik zelf, dat geeft Agnes ook aan, wel heel erg de hand in hebben gehad. Dus het was ook niet nodig geweest, denk ik, in alle opzichten. Mm-hmm. Het is, denk ik, een tijd waarin inderdaad progressieve mensen veel zoeken. Maar ik denk dat als wij als progressieve linkse mensen ons werk gewoon verschrikkelijk goed doen, dat we heel ver kunnen komen. Dat de komende 10 jaar wat dat betreft heel veel kaarten op tafel liggen. En nu heel onduidelijk nog is hoe die precies geschud zullen zijn over 10 jaar. Ik ben daar helemaal niet zo somber over als ik de campagne van de laatste periode heb meegemaakt. Maar goed, dat is de tussenstand van 15 maart. Maar wat er na 15 maart gebeurt, dat is in de ogen van progressieve kiezers belangrijk. Op het moment dat progressieve partijen zeggen, wij willen dat er een progressief kabinet komt. De jongerenorganisaties die hebben samen met Jan Terlouw een manifest geschreven. Dat was van de SGP tot de SP werd dat gesteund. Dan zou toch het minste zijn dat je van de volwassen progressieve partijen verwacht dat die zeggen, dat ze elkaar opzoeken en dat ze zeggen wat die jongelui zeggen. Dat gaan wij ook als uitgangspunt voor de onderhandelingen kiezen. Dat is helemaal niet gebeurd. De Partij voor de Dieren heeft 2 keer een motie ingediend waarin ze gezegd hebben, zullen we dat klimaatmanifest van Jan Terlouw van de jongerenorganisaties als uitgangspunt kiezen? Nauwelijks steun voor. Dus iedereen gaat voor zichzelf en niet voor het gemeenschappelijk ideaal wat de jongelui geformuleerd hebben. Dan denk ik, dat is buitengewoon onhandig.
dat we alleen maar kijken hoeveel zetels hebben we gehaald. Nou ja, dat valt voor de ene partij mee en voor de andere partij tegen. Nee, je zou als progressieve beweging, had je op 16 maart met elkaar om tafel moeten zitten en moeten zeggen, oké, we hebben geen meerderheid, wat kunnen we doen om een zo progressief mogelijk kabinet te krijgen? Is niet gebeurd, nog steeds niet. Dat vind ik echt bizar. Oké, Ron? Wat is jouw antwoord hierop? Ja, ik ben het eens met dat het verstandig zou zijn. Overigens vat ik dat op dit moment ook zo op. En als er partijen zijn die er anders zijn, overdenken, moeten ze dat maar zeggen. Maar volgens mij zien we dat GroenLinks een principiële ondergrens heeft aangegeven. En ja, ik constateer dat als links een blok vormt, laten we zeggen in deze formatie, dat het voor Rutte extreem ingewikkeld wordt. En ik prijs GroenLinks ook. Laten we zeggen, ik vind niet dat ze per se niet hadden moeten gaan spreken vanuit hun perspectief. Ik prijs ze ervoor dat ze zijn gaan praten en dat ze nu zien dat dat dus echt geen zin heeft. Laten we hopen dat dat zo blijft. Nee, dat is niet zo. Want ik heb van de week eerst klaar voor gezegd dat hij wel opnieuw wil praten. Rutte zegt, maar ik niet. Nico, dat is misschien verschil tussen jou en mij. Ik ben wat optimistischer over de houding van GroenLinks in de komende tijd. Ja. En ik prijs ze daar ook, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, voor die houding. Zodat dat linkse blok dat jij uiteen ziet vallen. Ik zie dat stevig bij elkaar zitten. En ik geloof dat het in de komende tijd gaat gebeuren. Okay. En dat we dus op enig moment komen op het moment dat we kunnen zeggen, Rutte, je hebt het geprobeerd met Schippers. Het is nu tijd voor anderen. Nou, dacht ik toch dat we met één vraag over de formatie dat we er waren. Dat blijkt dus toch niet te zijn. Maar gaan we toch weer even terug naar het meer slow politics-achtige gesprek van vanavond over de toekomst van links en linkse politiek. Pieter, nou wordt hier aan tafel gezegd, de vraag is of het nou over linkse politiek en de problematiek daar moeten hebben of dat het specifiek over de Partij van de Arbeid gaat. Wat vind jij? Nou, ik vind het niet helemaal terecht wat Wijnand zegt dat het probleem bij de Partij van de Arbeid ligt. Het probleem ligt bij het feit dat de Partij van de Arbeid de enige partij is geweest op de linkerzijde die geregeerd heeft. Ja. En die voor die regering afgestraft is. En dat hebben andere partijen nog niet meegemaakt omdat ze niet geregeerd hebben. En ik ben het ook wel heel erg eens dat een van de grote problemen is simpelweg, je kunt over ongelijkheid langs verschillende dimensies denken. Eén vorm van ongelijkheid is levensongelijkheid. En dat is schrikbarend. De ongelijkheid in levensverwachting tussen mensen uit lagere en hogere klassen is enorm groot. Ja. In Amerika weten we nu ook dat met name dus de blanke middenklasse, dat op een schrikbarende wijze mensen daar aan drugs, alcohol enzovoort kapot gaan. Daar is echt een enorm probleem. En dat is dus levensongelijkheid. Je kunt ook denken aan existentiële ongelijkheid. Dat heeft met je eigen identiteit te maken. En dan krijg je identiteitenpolitiek. En dan krijg je de ongelijkheid van mensen die zich gediscrimineerd voelen. En die wat dat betreft van die discriminatie af willen. Of dat nou met hun ras te maken heeft, met religie te maken heeft enzovoort. En er is ook zoiets als inkomensongelijkheid en vermogensongelijkheid. En dat heeft te maken met die materiële ongelijkheid. En ik ben het heel erg ermee eens. Dat heeft met die kapitaal-arbeid-tegenstelling te maken. En hoe je het ook wendt of keert, die kapitaal-arbeid-tegenstelling die wordt op het ogenblik een beetje verdoezeld door die identiteitspolitiek. En dat is echt een enorm probleem, want ik ben het helemaal met Agnes eens. Als je kijkt naar de ontwikkelingen, zie je dat de arbeidsinkomensquote voortdurend achteruit gaat, dat de kapitaalsinkomensquote die voortdurend stijgt, dus dat de verhouding tussen kapitaal en arbeid steeds nadeliger voor arbeid uitvalt, dat de vakbonden wat dat betreft enorm verzwakt zijn. En jij zegt dit is een probleem voor al deze vier partijen. Ja, omdat we namelijk op de een of andere manier met die drie dimensies van ongelijkheid allemaal tegelijkertijd te maken hebben, maar dat het erg moeilijk is om ze allemaal op een harmonische manier op elkaar af te stemmen. Want dat gaat niet makkelijk. En dat is wel belangrijk, maar het gaat ook daarnaast inderdaad om bestaansonzekerheid. En die bestaansonzekerheid die ligt op het gebied van wonen, die ligt op het gebied van opleiding, die ligt op het gebied van onderwijs. En daar moet links dus ook heel erg nadenken hoe ze op het gebied van onderwijs, wonen en dat soort van dingen nu, die mensen die door links lange tijd genegeerd zijn, omdat we allemaal in de verwachting waren dat het allemaal wel goed zou komen als we het kapitaal maar dienden en dat het met de arbeid ook goed zou komen, dat klopt dus niet, dat verhaal. En daar moeten we dus heel erg hard aan werken om te kijken hoe je dat op de een of andere manier corrigeert. In het licht ook zeker van klimaatopwarming en met, zoals de Partij van de Dieren zegt, in het licht van de toekomst van de planeet. Ik bedoel, links denkt godzijdank zo universalistisch dat het niet alleen over de mensheid gaat, maar dat ze dat zelfs nu nog verder uitgebreid hebben. Denken nu aan de planeet. Ik bedoel, dat is pas echt universalisme. Dat was toch problematisch. Dan moet je toch behoorlijk links zijn. Ja. Okay. Maar ik bedoel, wat ik bijvoorbeeld schrikbarend vind, is gewoon, We denken vaak aan herverdeling, maar voordat die herverdeling begint, kijk eens naar die inkomensverschillen op dit moment. En kijk eens naar het feit dat nu niet alleen maar
tussen beroepen, maar binnen één en hetzelfde beroep, er enorme inkomensverschillen aan het ontstaan zijn. In de financiële sector, bij advocaten, bij chirurgen enzovoort. We krijgen overal, hè, zeg maar, hoe heet het nou, topsterren-economie. Dus de winnaars die winnen en de verliezers verliezen enorm. En wat daartussen zit, hè, dat wordt ofwel winnaar of verliezer, maar er zit, zelfs in de beroepen, hè, verdwijnt als het ware de middenklasse. En dat is zelfs met opleidingen zo. Ik vond het schrikbarend dat als je met mensen uit lagere opleidingen praat, zeggen de meeste mensen, ik hoop dat ik een baan krijg ondanks mijn opleiding, niet door mijn opleiding. Dat is afschuwelijk. En ik bedoel, voor het hbo gaat dat niet op, voor het hoger onderwijs gaat het ook niet op. Maar daaronder hebben mensen helemaal niet het gevoel dat ze met die opleidingen zo meteen kansen op die markt krijgen. Want die hebben ze ook zo meteen niet. Dus er is echt een enorm probleem hoe je nou in godsnaam ervoor gaat zorgen dat die tegenstellingen die eigenlijk voortdurend aan het groeien zijn en die we voor onze ogen steeds groter zien worden, hoe je nou op de een of andere manier dat ongedaan mee te maken. En dat is hartstikke moeilijk onder de huidige omstandigheden waarin het kapitaal steeds sterker wordt, echt letterlijk steeds sterker wordt, veel meer bewegingsvrijheid heeft, voortdurend weg kan lopen voor alles, hè, voortdurend voor de exit optie kan kiezen als het ze niet zint. Snap ik. Daar moeten we iets aan doen. Goed. Wat moeten we daaraan doen? Wat gaan we doen? Ik zou willen beginnen met, kijk, de Partij van de Arbeid, ik ga niet petsen. Dat hebben we afgesproken, ga ik niet doen. Maar ik wil wel even constateren dat het niet een kwestie is van een van de linkse politieke partijen ging regeren. Nee, het grote probleem is de consensuspolitiek. Namelijk dat in die regering, dat met de VVD is meegedaan als het ging om bezuinigingen, extreme bezuinigingen. Dat de loonmatigingspolitiek is voortgezet, dat de flexibilisering van de arbeidsmarkt is voortgezet. Ondanks wat Asscher er allemaal aan heeft geprobeerd te doen, vergat hij een belangrijk onderdeel, namelijk het duurder maken van flexibele arbeid. Kortom, het gaat niet om, laten we zeggen, het bestje van een linkse partij die toevallig wel of niet in de regering zat. Nee, het is het omarmen van de politiek van individualisering, globalisering, privatisering, bezuinigen, precarisering, om maar zo'n ingewikkeld woord te gebruiken, die de afgelopen 30 jaar überhaupt al plaatsvond. En daar is de afgelopen jaren mee doorgegaan. En dan moet je niet eraan opkijken dat het verraad van de arbeidersklasse, om het zo te noemen, dat dat op enig moment plaatsvindt en dat dat op ons allemaal afstraalt. Dus het probleem van de Partij van de Arbeid is inderdaad niet alleen maar een probleem van de Partij van de Arbeid, omdat mensen ons als links inmiddels zijn gaan beschouwen als die lui die aanschuiven en uiteindelijk hetzelfde doen als, echt van de VVD weten ze dat. Waarom zijn mensen meer teleurgesteld in linkse politici die het niet goed doen? Omdat ze daarvan verwachten dat dat in ieder geval hun vrienden zijn. Van de VVD, daar weten ze dat daar allemaal types als Keizer en Teven noem op zitten. Dat mag niet verbazen, dat weten ze. Maar van ons, als je dan meedoet met die types, ja, dan word je afgestraft. En daar hebben we allemaal last van. Dus ik doe er niet gemakzuchtig over. Nee. Ik vind dat dat een gezamenlijk probleem is. Maar ik wil wel even in de goede verhoudingen neerzetten. Namelijk dat het gaat om het van ons afwerpen van de consensuspolitiek. We zullen een nieuw antwoord moeten hebben. Of een antwoord moeten hebben, hoeft niet per se nieuw te zijn. Op alternatieven. En dat in ieder geval niet meedoen met de afgelopen 30 jaar. Want ja, Agnes, arbeid, kapitaal, absoluut is dat het probleem. Maar shit, het gebeurde wel onder onze ogen. We waren erbij. Met andere woorden, laten we er dan wat aan gaan doen. Ik hoop dus, als het gaat om arbeid en kapitaal, dat we met z'n vieren kunnen optrekken in de komende tijd. Om bijvoorbeeld, om eens wat te noemen, 500 miljard. Dus 500 met 9 nullen aan belastingontwijking. Weliswaar globaal, maar Nederland speelt er een blanke rol in. Maar, laten we die dan eens gezamenlijk aanpakken. Maar weet je, Ron, je zegt ook, laten we even onderscheid maken tussen wie binnen links nou geregeerd heeft en wie niet. Oké, allemaal tot je dienst. Maar dat roept natuurlijk toch ook even de vraag op. Als de Partij van de Arbeid in de regeringsmacht zich bezondigd heeft aan beleid wat niet meer voldoende herkend werd en geapprecieerd werd door grote groepen progressieve kiezers, waarom zijn die dan niet in grote massa's bij andere progressieve partijen achtergebleven? Omdat we niet de uitdager van de macht zijn. Omdat we niet de uitdager van het establishment zijn. Omdat we zo niet worden beschouwd. Ik baal daar gruwelijk van. Okay. Maar als ik veel van onze buurten inga, waar wij op basis van deze argumenten, ratio, het gaat in de politiek niet alleen maar ratio. Het gaat om dat mensen zich qua waarden of zelfs qua gevoel, dat ze willen horen bij de uitdager van de macht. Dat zijn we, laat ik het voor mezelf bepalen, voor mijn partij. Dat zijn we niet geweest. We hebben alle potentie om te zijn. We zijn dat niet geweest en we zijn het op dit moment nog niet. En als er dus iets is dat voor de SP een uitdaging is, en dat we in de komende jaren gaan waarmaken, is het dat we weer, en beter dan ooit, de uitdager van de macht worden. Maar, ik wil je graag begrijpen, maar zeg je daarmee, de uitdager van de macht in die wijken, dat was de PVV?
Is dat wat je zegt? Nee, ik zeg dat het uitdaging van de macht is het kapitaal. Want we willen namelijk de verhouding kapitaal-arbeid weer aan balans brengen. Uit het lood geslagen verhouding. Kijk, de stemmen kwamen niet bij de SP terecht, want men zag ons niet als de uitdager van de macht. Maar wie zagen ze dan bij de verkiezingen wel als de uitdager van de macht? In sommige gevallen is dat de PVV. Heel vaak zijn mensen te vaak zijn mensen niet gaan stemmen. Maar ja, dat is waar. Ik denk dat dat in bepaalde wijken... Maar in Amsterdam, waar we nu zitten... Ja. Kijk eens naar hoe verdeeld die stad is. Als je kijkt naar de stembureaus. Nou, in het noorden, stad ook in Utrecht. Ook, ja, in het noorden veel PVV. In Nieuw-West artikel 1. En in Zuidoosten DENK. Nou, dat is een consequentie van... Laten we zeggen, consequentie van zeg maar, dat je niet de uitdager van de macht bent, is dat er een versplintering en dat er aan de hand van identiteitspolitiek dus een versplintering in allerlei partijen plaatsvindt. Oké, ik ga naar Wijnand en Nico toe en jij gaat vast klaarstaan, want jij mag interveneren. Dat is namelijk afgesproken. Nico, Wijnand, jullie zijn allebei hier namens partijen die hebben gewonnen. Gaat dus relatief goed mee. Toch, dit linkse ongenoegen. De progressieve kiezers die niet voldoende in de progressieve familie blijven. Je had het er net over. Ja, nou ja, ik denk dat mensen zich verraden voelen door traditionele politiek in brede zin. En als er dan mensen komen in de wijken waar mensen zich het meest verraden voelen. En die, nou ja, laten we zeggen, rattenvangers die met mooie beloftes komen. Ja. Dan zijn mensen staan open voor die mooie beloftes. Dus dan gaat het niet alleen maar om uitdagen van de macht. Maar ook vooral het bieden van een alternatief. Ook als dat niet eens een alternatief is. Dus heel veel kiezers die denken, nou in ieder geval de traditionele politiek moet weten dat ik boos ben. En ik kan die boosheid bijvoorbeeld via een stem op de PVV kan ik laten blijken. Nou ja, dat kan. Zou je vinden dat voor jouw politieke formatie er echt een opdracht is om die stemmen bij jullie naar binnen te halen? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het onze opdracht is om mensen duidelijk te maken het niet beschermen van de zwakste tegen het recht van de sterkste. Dat we daar met z'n allen als progressieve partijen niet in geslaagd zijn. En dat daar heel hard nodig is om dat te gaan doen. En dat gaat wat ons betreft dan verder dan klassenverraad. Wij worden gezien als soortverraders omdat we een andere soort als uitgangspunt nemen. Maar laten we zeggen in soortverraders. Ja, soortverraders, ja. Oké. Wij zijn de eerste partij ter wereld die van niet-mensen als uitgangspunt uitgaat. Dat is voor heel veel mensen is dat moeilijk te verteren gedachten, maar... Laten we zeggen, het basisprincipe van het belang van de zwakste beschermen tegen het recht van de sterkste, daar staan wij natuurlijk voor. Maar ik hoor je wel zeggen, als ik het goed snap, dat trek ik mij ook aan. Zeker. Hè? Dat wij te weinig aan huis zijn, ook voor die ontevreden kiezers. Nou ja, wij groeien hard. Dus laten we zeggen, ik heb nog geen klachten gehoord van mensen uit onze achterban. Maar wij moeten er ook alert op zijn. Het is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om te zorgen dat er een duurzame, solidaire samenleving komt. En daar zijn we net zo goed verantwoordelijk voor als andere progressieve partijen. Dus in die zin, ja. Wat is jouw antwoord in deze discussie? Nou ja, kijk, wij hebben geprobeerd in de campagne... de belichaming te zijn van de hoop voor verandering, hè, die heel veel mensen hebben. En dat is voor ons buitengewoon goed gelukt. Ik bedoel, een sprong van 4 naar 14 zetels is een grote, ook onze ledengroei. Op alle manieren zijn wij enorm gegroeid. Zeg je, daarmee zijn we tevreden? Nee, verder van dat. Voor een deel niet omdat links als geheel verloren heeft, voor een ander deel omdat die verandering die wij in Nederland willen nog niet helemaal binnen handbereik ligt in alle opzichten. Dus er valt nog gewoon ongelooflijk veel te doen. Maar we hebben wel het idee dat we iets te pakken hebben waar we verder op kunnen groeien. En daarbij is denk ik heel belangrijk om ook verder te kijken dan de kiezers die wij nu aan ons gebonden hebben. Ik vind bijvoorbeeld interessant, in Utrecht-Kanaleiland hoorde ik, daar zijn nu de drie grootste partijen, zijn GroenLinks, DENK en de PVV. GroenLinks, DENK en de PVV, Kanaleiland, de grootste partijen. Dat vind ik heel bijzonder. En ik zou het bijzonder vinden als we juist met die partijen in zo'n buurt, waar we hebben ook wethouder in het wetbestuur, besturen fors mee in Utrecht, als we daar met die partijen voor die mensen in die hele wijk iets zouden kunnen doen. Dus ik zie dat wel degelijk als een opgave van ons om ons electoraat en ons bereik te vergroten. Denk ik dat dat kan? Ja, dat kan heel goed. Oké. Okay. César, je wilde interveneren. Ga je gang. Yes. Houd kort en scherp. Zal ik zeker doen. Mijn interventie heeft te maken met eigenlijk, scherp gezegd, de schoffering van de compromissenpolitiek.
Ik vind het heel pijnlijk om te zien dat politieke partijen in een land waarin polderen misschien wel op de achtergrond raakt en echt niet de hipste manier is om tot je punt te komen, maar wel altijd heeft gezorgd dat we verder kwamen als land en ook dat niet zeg maar het eigen belang van één of twee groepen werd meegenomen, maar altijd het algemene belang werd nagestreefd. En we begonnen deze avond met een citaat van Jan Terlouw. En Jan Terlouw heeft één heel goed punt gemaakt in de afgelopen maanden. En dat is de focus op het moreel leiderschap. Dat het heel belangrijk is dat onze parlementariërs en onze parlementaire democratie ons weer durft te leiden in toekomstige vraagstukken, toekomstige uitdagingen. Ons durft te leiden naar de toekomst. Zoals heel veel linkse partijen, en met name de Partij van de Arbeid, dat jaren geleden ook heeft gedaan. Ik vind het jammer dat wij nu tegen het compromissenpolitiek lijkt te keren. We heel makkelijk laten inbinden en zeggen, ja, die hele compromissenpolitiek die doet er niet toe. Dat is niet de manier waarop je dat doet. Nee, ik denk dat dat eigenlijk wel de manier is. En het is aan ons als samenleving en als parlement. En je vindt dat deze vier dat niet voldoende Het viel mij een beetje tegen. Het viel je tegen. We gaan het vragen. Nou, ik had nog een specifieke vraag daar vast. Oké. Okay. Ja, namelijk. Houd het kort. Ja, nee, goed. Een analyse van waar die linkse die kiezers bij linkse partijen weg zijn gegaan, is omdat zij, dat had ik in het voorgesprek net gezegd, meer denken te verliezen als ze op die linkse open partijen stemmen dan te winnen. En hoe zorgen we er nou voor als linkse partijen dat de kiezer in de komende jaren, als hij op een linkse partij stemt, denkt, ik heb hier echt wat aan. En ik ga niet ten onder aan die snel veranderende samenleving en die steeds toenemende globalisering. Oké. Okay. Ik begin even met dat eerste vraag. Wordt hier de waarde van het compromis, zoals dat uiteindelijk ook moet in de democratie, wordt dat door jullie nog wel voldoende gezien? Voelen jullie aangesproken door dit punt? Ik kijk even naar jou. Ik dacht al dat Cesar mij probeerde aan te spreken, maar dan ben je denk ik toch bij het verkeerde eind. Ik geloof absoluut in... je bedoelde Ron. Ik wil wel heel stil. Kort Agnes, dan gaan we naar Ron. Ik geloof absoluut in het feit dat je ook gewoon aan een overlegtafel tot resultaten moet komen die idealiter ook een win-win situatie kunnen zijn. Met mijn voorbeelden over de huidige periode, denk ik, er zijn gewoon te veel maatregelen bij één groep gestapeld. Waarbij het opruimen van het achterstallig onderhoud ook wel had gekeken kunnen worden naar wie profiteert er eigenlijk van de opbrengsten. Goed. Ja, hoe zit het met jouw compromisbereidheid? Ja, ik haat compromissen. Nou, nee, maar kijk, natuurlijk gaat het niet over compromissen. Kom zeg, dat is een stelling. Waar dit over gaat is... links, dat, kijk, als je afhankelijk maakt van je politieke tegenstander, moet je niet raar opkijken als je fans een keer tegen je gaan, zich tegen je keren. Ik zal je twee concrete voorbeelden geven. Wij hebben de afgelopen jaar voor de eerste keer, werd net gezegd, er is niemand van de vakbeweging hier. Nou, ik ben lid van de vakbeweging, ik geloof Agnes ook. Dus kortom nog veel meer mensen. En ik heb de eer gehad om binnen de vakbeweging met jongeren te strijden tegen het jeugdloon. Een belachelijke jeugdloon voor jonge volwassenen. Wat denk je wat er was gebeurd als wij dan van tevoren hadden gezegd, in dit geval tegen Lodewijk Asscher en Hans de Boer, weet u heren, wij gaan met u wel een compromis sluiten, we willen ongeveer hier ergens uitkomen. Terwijl er in 42 jaar tijd niets veranderd was aan het jeugdloon. Sterker nog, het jeugdloon was verlaagd en de leeftijd was verhoogd. Nee, we zijn daarvoor gaan strijden, we hebben er alles uit proberen te halen en uiteindelijk snapt iedereen wel dat je dat in stapjes moet doen. Maar dat is wat anders dan dat je afhankelijk maakt van de politieke richting waar je niet op wil. Ik vind dat wij moeten durven te dromen. Ooit werd gezegd, durf te strijden, durf te winnen. Ik durf die slogan ook graag te herhalen. En dat betekent dat je moet durven te stellen, hier willen we naartoe. En dat we gaande die rit, zeg maar, in dat proces, omdat mensen ook vandaag willen weten wat er voor hen vandaag of morgen in zit. Dat je ook nog ergens in die voorwaartse beweging, dat je ook nog een compromis tijdelijk afspreekt, is prima. Maar dat is falikant in de andere directie op, in de andere richting op, dan de neoliberale richting van de afgelopen 30 jaar. Dus als het gaat om consensus met de neoliberale richting, wijs ik die volledig af. Oké, ben je tevreden? Ja, ik denk
nog steeds wel dat je in een samenleving als die wij hebben, met zo'n parlementaire democratie en heel veel verschillende partijen, je altijd om de tafel moet om het beste te doen voor het land. En ik snap dat je het liefst je eigen partijprogramma uitvoert, maar dat is niet de realiteit. En okay. Ja, dat zou men moeten aannemen en daar het beste van moeten maken, denk ik. Okay. Maar de crux lijkt mij, of het compromis jou brengt in de richting van jouw ideaal of jouw waarde, of daar vanaf. Ja. En ik denk dat het helemaal misgaat als je compromissen sluit die je verder afbrengen van je ideaal. En kijk, wij zijn volgens mij allemaal reformisten hier. Dus het gaat altijd met stapjes. Maar die stapjes moeten wel in de goede weg, in de goede richting gaan. En dan kan je het mensen ook heel goed uitleggen. Maar gaan ze de verkeerde kant op, die stapjes, dan is het niet meer uit te leggen. Dan moet je er volgens mij ook niet aan beginnen. Nou, ik denk dat er een groot verschil is tussen een compromis, wat prachtig is, naar mijn gevoel. Je moet altijd proberen op een compromis uit te komen als je wilt samenwerken. En compromisme, dat is eigenlijk ontstaan als doel in zichzelf. Jongens, we gaan degene die het verst van ons afstaat opzoeken en daar gaan we een compromis mee sluiten. Nou, dat wordt hem niet. Dat is gebleken. Oké. Dames en heren, het is 9:58 en het wordt warm en u wilt misschien over een kwartiertje waarschijnlijk naar buiten. Dus u mag gaan nadenken over een vraag die u nog wilt stellen. Ja. Hoeveel zijn dat er eigenlijk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, wauw, 7. Nou, dan heeft u heel kort de tijd voor een vraag. Zullen we hier beginnen? Ga je gang. Heel kort, alsjeblieft. Mijn vraag is of het niet heel belangrijk is, wel aan de orde geweest, dat de linkse partijen zo weinig aanklang hebben bij de achterban van een PVV. Hoe komt het dat daar zo weinig resultaat in geboekt wordt? Wordt daar niet veel te weinig aan gedaan? Is natuurlijk wel op een bepaalde manier, maar goed, we gaan nog opnieuw een antwoord halen. Wie van jullie... Ik vraag één van jullie antwoord te geven. Wie van jullie wil dat doen? Ron? Ja, ik wil dat wel. Zoals u misschien aan mij hoort, kom ik niet uit Amsterdam. Ik kom uit Heerlen en daar zijn wij al jaren de grootste partij. En verslaan we ook geregeld de PVV. Afgelopen verkiezingen helaas net niet. Maar ik denk inderdaad dat de PVV voor ons een veel belangrijkere concurrent is dan de Partij van de Arbeid of GroenLinks. Ik bedoel, uiteindelijk is iedere politieke partij, daar wil je stemmen bij vandaan halen. Maar bij Wilders zouden ze in ieder geval niet mogen zitten, wat mij betreft. Dus ja, antwoord op de vraag, zouden we daar veel meer mensen bij vandaan moeten halen? Ja, en dus niet alleen maar door, daar ben ik met Nico eens, niet alleen maar door woede en boosheid, maar door een alternatief. Mensen willen niet alleen maar horen en zich herkennen in de verontwaardiging over vandaag, maar ook over de hoop van morgen. En dat heeft Wilders, die heeft Wilders op geen enkele manier. Pure destructie. Dus laten wij die verontwaardiging vangen om die om te zetten in hoop voor morgen aan de hand van alternatieven. Oké, volgende vraag. Mijn vraag is eigenlijk aan de jongeren nog, als dat kan. Dat mag. Kies er eentje uit. Wie is het leukst? Ja, wie hier zeg maar zich geroepen voelt antwoord op te geven. Want okay. Ik mis eigenlijk, wat Agnes net ook al zei, een beetje kritiek en een vraag ook en hoop voor je eigen partij. Is er iets wat jullie missen in je eigen partij, waardoor jullie als jongeren misschien te weinig ruimte hebben om jullie visie neer te leggen? Wie van jullie? Kort antwoord. Ik verwacht dat Agnes hier nou ontslag gaat nemen en haar plek geeft aan de jongeren. Oh, zeker, graag. Ogenblikkelijk. Ik bedoel, ja. Als ik kijk naar GroenLinks, de verdeling tussen jong en wat ouder, die was relatief, vond ik zelf prima. En als ik ook kijk naar de GroenLinkse politiek, zie ik wel jonge leden. Alleen de vraag ligt ook bij jongeren zelf. Wil je het doen? Wil je die handschoen oppakken? Want het vraagt ook een tijdsinvestering om actief te worden. En dat is een keuze die bij jongeren zelf zit. Maar ik ben GroenLinks, we hebben dwars en dat is echt een hele actieve jongerenbeweging. Dus bij GroenLinks mis ik dat niet, nee. Oké. Willen jullie daar nog iets aan toevoegen? Lisa, Sebastian? Ja? Lisa? Kom maar. Dit is dan wel op leeftijd. Rood is in die zin anders dan de andere politieke jongerenorganisaties. Wij zijn geen onafhankelijk club. Dus bij ons is iedereen net zo SP'er als een SP'er van boven de 28. En we praten gewoon mee en we bepalen in die zin nu ook al de koers van de partij. Dus in die zin vind ik dat goed gaan bij ons. Oké. Sebastian, wil je nog iets aan toevoegen?
Ja, echt één ding wel binnen. Wat er nu bij de Partij van Arbeid gaande is, daar ben ik hartstikke tevreden over. Na de falikante nederlaag, zeg maar, is er voldoende ruimte om je ei kwijt te kunnen. Dus jarenlang is dat minder geweest. Maar als we het hebben over inhoud, dan vind ik nog wel interessant dat als de Partij van de Arbeid meer ruimte zou bieden, dat is even hier, dat is misschien hier aan dovemansoren, maar geloof me, daar zijn heel veel jonge mensen ook intern wel bezig om een aantal systemen zoals die zijn, of het nou het onderwijssysteem is, of hoe de arbeidsmarkt is opgebouwd, om daar wel gewoon op een andere manier naar te durven kijken. En dat is lastig als je als partij heel lang aan de knoppen hebt gezeten. Maar er is wel steeds meer ruimte voor. En nu nog een beetje weinig, maar hopelijk komt dat goed. Oké, volgende vraag. Daar achterin. Yes. Ik heb een vraag aan inderdaad mensen die nu aan de tafel zitten. Een beetje een verbindend zeg maar onderwerp voor alle onderwerpen die vandaag zijn besproken. We hebben het vandaag vooral gehad over die mensen hier aan de tafel, wat in het verleden is gebeurd en wat nu in het heden aan het spelen is. Maar mijn vraag is meer over de toekomst. Als je bijvoorbeeld het hebt over inderdaad wat kunnen linkse politieke partijen voor mij betekenen. Dan misschien niet mij persoonlijk, maar als je het hebt over een ontwikkeling die nu speelt, bijvoorbeeld robotisering. Dan denk je, vele banen zullen waarschijnlijk verloren gaan. Meer andere banen zullen gecreëerd worden, misschien door nieuwe omstandigheden. Maar wat denken jullie vanuit jullie partijen en misschien vanuit jullie zelf? Wat is vanuit links opzicht de manier om daarop in te spelen? Oké. Okay. Agnes? Tweeënlei. Volgens mij aan de ene kant moeten we, en dat zeg ik niet alleen omdat ik nu in Europa bezig ben in het Europese parlement, maar we moeten de regels rond globalisering en vrijhandel en inderdaad die internationale regels proberen bij de kop te pakken. En daar moeten we terrein terugpakken. Met handelsakkoorden, met handelssystemen, met belastingontwijking, met et cetera, et cetera. Ik denk rond robotisering vind ik ongelooflijk interessant wat er gebeurt. Vooral ook omdat er nog steeds zoveel studies zijn die elkaar tegenspreken op dat punt, of dat nou banenvernietiging of juist tot nieuwe banen leidt, of dat het misschien wel niet tot minder banen, maar tot verdere polarisatie op de arbeidsmarkt, met nog meer groei aan de onderkant en nog meer groei aan de bovenkant. En dus een verdwenen middenklasse. Dat maakt dat inderdaad discussies over een basisinkomen of zoals wij het gezegd hadden, weer opnieuw publieke banen. Hè? We noemden het nu basisbanen, en dan zeiden mensen, daar heb je de melkertbanen weer. Maar ik vind dat je zulke discussies moet durven voeren met elkaar. En het liefst ook een paar van die discussies winnen. Oké, okay. Ik ga hier naartoe. Ja. Ik wilde graag even aanhaken op wat Agnes zei over globalisering en ons antwoord erop. Maar vooral ook binnen Europa. En wat Wijnand zei klopt ook. We zijn allemaal reformisten op links. Maar Nederland was altijd een beetje een schakelland. Een Rijnlandse benadering en een Anglo-Saxische benadering in het kapitalisme. En nu na de Brexit en de verkiezing van Trump zie je toch dat de Anglo-Saxische wereld wat verder af komt te staan van onze Rijnlandse benadering. En dat laatste biedt echt ook een kans voor links binnen Europa om toch weer even een andere richting op te gaan. En ik denk dat naast alles wat jullie al besproken hebben, het heel belangrijk is dat we gezamenlijk ook veel meer een Europees antwoord met onze buurlanden proberen te vinden. Want anders lukt het ons nooit om enige rem te zetten op die globalisering. En of jullie het daar ook allemaal voor zouden willen gaan. Want de verschillen op die Europese agenda zijn wat mij betreft iets te groot. Ja, ik geloof heel erg in internationale samenwerking. Maar het lastige is dat wat ons al verdeelt op links of bij progressieve partijen, is dat er een aantal partijen echt blind voor de huidige EU gaan. En anderen zeggen, joh, in deze EU wordt de tegenstelling alleen maar groter, wordt de globalisering alleen maar sneller en raken we de regie nog meer kwijt. Dus ja, dat is lastig en daar zouden progressieve partijen met elkaar over van gedachten moeten wisselen. Meer dan nu het geval is. Oké, we gaan naar de laatste drie vragen. Jij.
Volgens mij is het probleem waar het grootste probleem waar progressief links nu mee te maken krijgt, dat zeg maar de arbeidersklasse sociaal-economisch steeds linkser wordt, maar sociaal-cultureel steeds conservatiever, terwijl de intellectuele klasse steeds progressiever wordt, maar sociaal-economisch steeds rechtser. En dat is een ontwikkeling die je in heel veel landen in Europa ziet. Je zag het bijvoorbeeld bij de presidentsverkiezingen in Frankrijk, waar je links-conservatief had in de persoon van Le Pen tegen rechts-progressief in de persoon van Macron. En ja, het is een beetje zoals René Couperus zegt, dat de sociaaldemocratie en het socialisme in haar eigen ingrediënten uiteenvalt. En eigenlijk mijn vraag is, ja, deelt u deze analyse? En zo ja, wat kan progressief links doen om zich hier tegen te wapenen? Nee, ik denk dat de crux is dat de samenleving gebouwd moet blijven worden op solidariteit. En dat de verzorgingsstraat sterk moet zijn. En ik heb er dan alle vertrouwen in dat ook wij, want nu is het in de formatie misgegaan tussen ons en die andere partijen op vluchtelingen. Dan zeg ik, noem jij dat een onderwerp wat waarschijnlijk enzovoort moeilijk uit. Dan denk ik, dan kunnen wij dat volgende verkiezingen heel goed uitleggen. Als wij dat standpunt verbinden met opkomen en laten zien dat we opkomen en resultaten boeken. Bijvoorbeeld als we straks hier de grootste partij in Amsterdam zijn. Op terrein van bestaanszekerheid, solidariteit. Dan ben ik niet zo bang dat daar een kloof is. Nee, dan denk ik dat we heel goed die kloof kunnen overbruggen. Okay. Dat is een opgave, maar dat kan. Dankjewel. En een laatste vraag. Aan de verschillende tafels en ook door de filosoof is eigenlijk geconstateerd dat de grootste kloof momenteel in de samenleving ligt tussen zeg maar, de laag opgeleide winnaars, slachtoffers van de globalisering, opengesloten samenleving. En het valt mij heel erg op dat de enige aan tafel die pleit voor een intensieve samenwerking tussen de linkse partijen. Dat is Nico Kofferman en die is niet eens van een linkse partij. En het lijkt me heel erg noodzakelijk dat die samenwerking geïntensiveerd wordt. Juist omdat de vier partijen die hier aan tafel zitten aan beide kanten van die kloof een verschillende positie innemen. En juist in die gezamenlijkheid heel veel zouden kunnen doen en niet als partijen apart. Dus mijn vraag is, waarom wordt dat gevoel van urgentie, dat ik in ieder geval heel sterk heb, waarom voel ik dat veel minder aan tafel? Die vraag wil ik graag in eerste instantie aan Wijnand stellen. Wijnand. Nou, ik kan niet laten om toch te zeggen dat Nico er misschien het meest over praat, maar het minste aan doet. Want jij geeft de meeste sneren zeg maar steeds naar anderen vervolgens. Nou, het is niet bedoeld. Dat komt zo goed. Oké. Okay. Dat was een uitnodiging, hè? Nee, dat was een uitdaging. Ja. Maar op zich deel ik jouw opmerkingen en opmerkingen daar uit de zaal. Dat samenwerking tussen linkse en progressieve partijen broodnodig is. Productief kan zijn. Ons verder kan helpen. Maar ik ben wel blij dat een keer de discussie hier vanavond er niet over is gegaan. En daarom ben ik er zelf ook niet over begonnen. Want de discussie bij links gaat zo snel over. Moeten de partijen nou wel of niet samenwerken, fuseren, in elkaar opgaan, et cetera. Terwijl ik vind de discussie over wat je doet, feitelijk, belangrijker dan de precieze organisatievormen die je samen kiest. Maar het gaat helemaal niet over fuseren, het gaat over samenwerken. Het gaat over op 16 maart met elkaar om tafel gaan zitten. En waarom dat niet gebeurd is, is mij echt een raadsel. En het gaat niet om sneren. Marianne Thiem heeft alle progressieve partijleiders uitgenodigd voor een gesprek. En daar is geen reactie op gekomen. Nou, laten we het hier afspreken. Ik ben begonnen, misschien was ik niet duidelijk genoeg. Maar ik hoop van harte dat het linkse blok, inclusief Nico Kofferman en zijn partij, dat die... Nee, maar wacht even, er werd wat gesteld in die vraag. En ik wil het toch even voor Nico Kofferman opnemen met zijn linkse partij. Dat die bij elkaar blijven in deze formatie. En ik wil dat hier graag afspreken. Onder leiding van Buma. Mag ik jou van wie wij hier, zoals we hier zitten? Onder leiding van Kees, dan doen we het gewoon ja, onder leiding van Kees. Zo is dat. Dat lijkt me heel onverstandig. Maar goed, misschien is het wel even goed. Ik leg hier een uitnodiging neer. Zeker, jullie mogen er heel even over denken. En dan ga ik ondertussen naar de laatste vraag. Krijg ik nu direct nog een slotwoord. Wie heeft de laatste vraag? Ja, je moet echt snel zijn. Sorry. Ja. Wat een eer. Ik wil graag de vraag stellen over compromis. De opmerking van Samson over de schoonheid van compromis die dus niet meer wordt gewaardeerd. Ik maak mij heel veel zorgen over wat ik zie in Amsterdam bij mijn vrienden die op GroenLinks hebben gestemd. Dus deze vraag gaat naar meneer Duivendak.
Ik ervaar enig gevoel van afstand ten opzichte van de zogenaamde PVV-stemmer. Ik heb letterlijk vrienden gehoord die tegen mij zeggen, ik schaam mij voor de PVV-stemmer. Het is 5 over 10, ja, is kort, dus vraag. Ik wil weten, hoe kijkt u naar dat vasthouden aan eigen compromis en weinig verplaatsingsvermogen naar de ander? Ik heb het gevoel dat, dat er weinig bereidheid is om zich te verplaatsen in de ander. En okay, dan, bij GroenLinks? Bij wat ik observeer in mijn omgeving. Is dat niet gevaarlijk om vast te houden aan je ideaal en de ander een beetje, Nou, ik kan het niet helemaal plaatsen. Kijk, als het erom gaat dat wij zeggen dat we Wilders moeten bestrijden, kan daar geen misverstand over bestaan. Maar tegelijkertijd zeggen wij met de PVV-kiezer moet je intensief in gesprek gaan. En wij hebben in de campagne dat intensief gedaan, onder het motto niet schreeuwen maar praten. En wij hebben daarbij een app gebruikt en dan kunnen we ook zien wat de effecten daarvan zijn geweest later in het stemgedrag in allerlei verschillende wijken. En dan zien we in wijken waar GroenLinks, Partij van de Arbeid en soms ook de SP wat sterker zijn, zien we meer effect, zeer substantieel effect van die gesprekken. Maar we zien ze ook, en daar waren we heel erg blij mee, in wijken waar de PVV heel sterk is. Wij merken, zodra wij de deuren langs gaan en met mensen gaan praten, zie je effect op het stemgedrag. Dat is veel meer nog dan wij hadden gedacht. En waar onze onderzoekers zeiden, dat is niet significant. Dat hadden we nooit verwacht. Dus ja, praten met die kiezer. En het heeft nut. Oké, okay, dan ligt er nog even de uitnodiging van Ron, als ik het zo mag zeggen. Ja, vertel wij eens. Doen mee. Nico? Ja, wij doen mee. Ach, dus. Ja, altijd interessant om met Ron in gesprek te gaan. Oh. Nou ja, en mooi. Ga door. Je hebt een date. Goed. Ja. Ach, dat is heel mooi. En GroenLinks. Okay, wij hebben voor de verkiezingen, heeft Jesse Klaver met kracht geprobeerd dat samen uit, samen thuis rond te krijgen. Dat is helaas niet gelukt. Dus we zijn daar zonder die afspraak de verkiezingen ingegaan. Wij zijn het gesprek aangegaan om voor onze kiezers te kijken wat we konden bereiken met wat dan zo lelijk heet het motorblok. Dat is niet gelukt. Daar bleken niet genoeg reformistische stapjes. Wees blij, echt te bereiken. Ik ben daar niet sowieso blij mee. Want als wij wat hadden kunnen bereiken voor het klimaat, Nico, dat was toch geweldig geweest. Als wij hadden kunnen bereiken, Nico, met die grote met de VVD en het CDA. Wacht even, Nico. Nee, want als we dat hadden kunnen, dus dat wij dat tot het uiterste ook zelf hebben kunnen proberen, daar sta ik nog steeds. En als wij een nieuwe kans krijgen, gaan wij dat opnieuw proberen, waarbij we altijd ons richtsnoer zal zijn dat die stappen de goede kant op gaan en dat ze groot genoeg zijn. Oké. Dank jullie wel. Dus ik kan je helaas ronden deze keer geen. Blijf proberen. Het allerlaatste woord vanavond. Dan gaan we toch weer naar jou, Pieter. Wat is jouw allerlaatste woord? Ben je iets gelukkiger dan je aan het begin van de avond klonk? Het is heel prettig om gewoon over en weer van elkaar te herkennen dat we allemaal toch heel erg met dezelfde problemen worstelen. En dat wat dat betreft ook een aanmoediging voor iedereen moet zijn die ook maar een beetje een linkshart heeft om vooral elkaar op te zoeken en te kijken hoe je dat nou samen kan doen. Kijk. Maar wat me wel opvalt is dat, en dat is een beetje een filosofische noot waar ik misschien mee wil eindigen. Dat is, Wijnand had het er net over dat in die wijk in Utrecht GroenLinks sterk was, DENK sterk was en de PVV sterk was. En dat zijn allemaal dat zijn allemaal stemmen die inderdaad gaan naar partijen die voorlopig nog geen duidelijk overheidsbeleid gevoerd hebben. En wat je gewoon ziet, voor mijn gevoel, is dat er een grote woede is, hè, met name jegens de overheid. En ik vind het ook geen, daar moet je ook niet over verwonderen, want die overheid heeft gigantisch bezuinigd. En in die bezuinigingen is wat er aan uitkeringen geweest steeds voorwaardelijker geworden, steeds disciplinerender geworden. Dat is een prachtige uitspraak van Loesje. Hè? Als je tegenwoordig recht op een uitkering krijgt, dan moet je hoog opgeleid zijn. Want het is net zo ingewikkeld om al die formulieren in te vullen als een belastingformulier. En zelfs nog ingewikkelder. Hè? Kortom, die overheid zelf, die wekt bij heel veel mensen woede op. Die eigen verantwoordelijkheid maatschappij en dat alles de eigen verantwoordelijkheid moet zijn, die is heel erg sterk. Uh-huh. En als links dus iets wil doen op het gebied van solidariteit, dan moet dat vormen van steun zijn die niet tot dat soort van idiote voorwaardelijkheid en disciplinering geleid hebben
als nu met die bezuinigende overheid heeft plaatsgevonden. Okay. En een basisinkomen is daar een voorbeeld van. Maar langs die lijnen moeten we veel meer gaan nadenken. Want links moet individualistisch worden in dat opzicht. En die moet in dat opzicht ook begrijpen dat die woede die jegens de overheid bestaat voor een deel terecht is geweest. Omdat het was heel leuk, socialism for the few, maar het was capitalism and disciplinary action for the many. En okay. Daar moeten we op de een of andere manier van af en er moet ook links van af. En als links dus regeringsverantwoordelijkheid moet nemen, moeten ze heel erg gaan nadenken over hoe je steun verdient op een manier dat mensen daarin het gevoel hebben van hun eigen waardigheid kunnen behouden en niet het gevoel hebben dat ze hun hand ophouden en ook niet het gevoel hebben dat ze aan idiote voorwaarden moeten voldoen en dat voortdurend toegekeken wordt hoe zij handelen omdat ze immers van de overheid leven. Daar moeten we op de een of andere manier van af. Dat is voor links ontzettend belangrijk, want als links ergens om gehaat wordt, dan is dat vooral om het feit dat zij op de een of andere manier achter die overheid gestaan heeft die dat soort van vuile spelletjes met mensen gespeeld heeft. Oké. Okay. Pieter, dankjewel. Dames en heren, u mag... U mag zo direct nog een applaus geven, maar u mag gaan drinken. U mag verder gaan praten. Tot de volgende keer. Dank u wel.